Ik open de vergadering. Aan de orde is het commissiedebat van de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid over het onderwerp mensenhandel en prostitutie. Ik heet de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en zijn ambtenaren van harte welkom. En zo ook mijn collega's en onze ondersteuning. Wij hebben dit debat gepland tot uiterlijk 6 uur, dus dat is 3 uur. En dat betekent dat we spreektijden van 4 minuten zullen hanteren. En dat ik gezien het aantal deelnemers, als dat zo blijft, niet meteen een rem op het aantal interrupties zal zetten. Maar dan zou ik u wel willen vragen om ze echt kort te houden. Zo ook de antwoorden. Dat zeg ik nu nog niet tegen de staatssecretaris, maar dat komt straks dan nog wel. Maar ook onderling. Als we dat allemaal doen, dan kunnen we met elkaar een mooi debat hebben. En daar ga ik u proberen bij te helpen. Als u daar allemaal mee kunt instemmen, dan geef ik als eerste het woord aan mevrouw Kuik van het CDA. Dank u, voorzitter. En mijn eerste debat met deze staatssecretaris. Dus ik hoop dat we samen kunnen optrekken voor betere wetgeving, effectieve handhaving, preventie en berechting om slachtoffers van mensenhandel te voorkomen, te beschermen en te zorgen voor rechtvaardigheid. En dit is ook een onderwerp wat mijn prioriteit heeft, omdat het zo'n impact heeft op de mens. Hoe er wordt omgegaan met mensen alsof het wegwerpproducten zijn. Waarbij slachtoffers ook nog eens een keer een schuldgevoel aangepraat worden door daders. En hoe weinig in vergelijking met de impact die het heeft op slachtoffers, de daders de impact van hun daden voelen. En voorzitter, een belangrijk thema voor mijn fractie in de afgelopen jaren is: richt je op alle schakels in die keten. Ook op de klanten, want die klanten zijn essentieel voor het criminele businessmodel van mensenhandelaren. En ik ben ook blij dat de staatssecretaris en zijn team samen met het Centrum tegen Kinderhandel mijn motie heeft uitgewerkt en onderdeel laat zijn van het kabinetsprogramma Samen tegen Mensenhandel. Dit blijkt ook nodig. Dit blijkt ook nodig. We zien dat weer bij een grote klantenzaak met een 16-jarig slachtoffer uit Valkenswaard, waarbij 15 mannen, klanten, die betaalde seks hebben gehad met een minderjarige, wegkomen met een taakstraf van een taakstraf en 1 dag cel. Het vonnis en de onderbouwing van de rechtbank in Den Bosch is vrijwel een exacte kopie van de Valkenburgse zedenzaak, wat uiteindelijk voor mij aanleiding was om in 2019 de genoemde motie in te dienen. En deze zaak staat niet op zichzelf. Zo blijkt ook uit het gepubliceerde WODC-onderzoek. Het is een goede gewoonte dat de staatssecretaris niet ingaat op individuele zaken, maar aan de hand van dit onderzoek kan iedereen concluderen dat de uitspraak van de Hoge Raad in de Valkenburgse zedenzaak staand beleid is. Want wat blijkt, er is een groot verschil tussen de eis die de officier van justitie stelt en de opgelegde straf door de rechter bij betaalde seks met minderjarigen. De rechter legt in 3/4 van die zaken slechts 1 dag onvoorwaardelijk gevangenisstraf op, al dan niet een combinatie met een voorwaardelijke straf en een taakstraf. En daarnaast kent seksueel misbruik van 16, 17-jarigen tegen betaling een eigen strafvorderingsrichtlijn. Indien er sprake is, en ik zeg het maar even hoe het is, indien er sprake is van oraal, vaginaal of anaal binnendringen, is de richtlijn genoemde strafbandbreedte 6 tot 15 maanden gevangenisstraf. In 75% van deze zaken waarvan dus sprake is, wordt de straf geëist die lager is dan de bandbreedte. Dus ik vraag me af, waarom zijn die richtlijnen er dan? De vorige staatssecretaris weigerde in te gaan op mijn verzoek om hierover in gesprek te treden met de rechtspraak. Juist vanwege het feit dat de rechter een ruime straftoemetingsvrijheid toekomt bij individuele gevallen. En ook voor de CDA-fractie is die vrijheid een groot goed binnen onze rechtsstaat. Maar mijn punt is juist dat het hier al lang niet meer gaat om een individuele zaak. Daarom de volgende vragen aan de staatssecretaris. Wat is zijn reactie op de bevindingen die ik net heb opgezomd? Wat is de richtlijn waard wanneer de rechter hier vrijwel altijd van afwijkt? Is hij bereid om in gesprek te treden met de Raad van de Rechtspraak over de genoemde bevindingen en daarbij te onderstrepen dat de klant die betaalt voor seks met een minderjarige een van de kernoorzaken vormt van mensenhandel en dat een dergelijke straf geen recht doet aan die rol en de verantwoordelijkheid die op de klant rust? Kan de staatssecretaris aangeven wanneer we het wetsvoorstel seksuele misdrijven kunnen ontvangen waar deze rol van de klant als kernoorzaak van mensenhandel ook daadwerkelijk zal worden verankerd? Punt.
Punt. 4 minuten zijn om. Oké, okay. Dank voorzitter. Ja, zo gaat het hier. U bent een strenge voorzitter. Streng maar rechtvaardig. Het woord is aan de heer Verkuilen van de VVD. Ik dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mensenhandel is een van de meest ingrijpende en verwerpelijke vormen van criminaliteit. Meedogenloze criminelen ronselen mensen, vaak jong, sociaal zwak en met een verstandelijke beperking, en zetten ze in als pion in hun criminele organisatie of als seksslaaf. De opsporing en vervolging van deze gewetenloze criminelen vereist daarom doorlopende prioriteit en stevige straffen. En het aantal slachtoffers neemt toe, circa 6000 volgens de officiële cijfers. Maar waarschijnlijk komt het dubbele meer in de buurt. Voorzitters, om daders van mensenhandel met succes op te kunnen sporen en zwaar te straffen, heb je goed gereedschap nodig. In de praktijk blijkt het lastig om bij mensenhandel dwang en drang aan te tonen. Maar liefst 40% van de mensenhandelzaken wordt geseponeerd. Of met andere woorden, 40% van het budget voor de opsporing gaat daarmee verloren. In die zin is het betreffende strafrecht artikel 273f een bot en duur mes in de strijd tegen mensenhandel. De VVD vindt het dan ook goed dat dit kabinet de wet gaat herzien. Wat ons betreft kan dat niet snel genoeg gebeuren. Ik hoor graag van de staatssecretaris wanneer hij het voor de uitvoering beter toepasbare artikel aan de Kamer gaat voorleggen. Voorzitter, de VVD heeft al vaker aangegeven dat wij ons zorgen maken over de ontwikkeling dat veel jongeren slachtoffer zijn van criminele uitbuiting door de georganiseerde criminaliteit. Ze worden verleid met snel geld en status en stappen naïef in een wereld die ze niet kunnen overzien. Onder dwang worden zij door meedogenloze criminelen stelselmatig uitgebuit voor het plegen van financiële en drugsdelicten. En als ze ermee willen stoppen, dan worden ze bedreigd of mishandeld. Niet voor niets heeft de VVD een voorstel mee ingediend om criminele uitbuiting van jongeren nadrukkelijk te betrekken bij een breed offensief tegen de georganiseerde criminaliteit. Met het accent op het voorkomen van de aanwas en criminele uitbuiting van jongeren en het opsporen van de georganiseerde uitbuiters. Ik hoor graag van de staatssecretaris hoe hij met dit voorstel aan de slag gaat. Voorzitter, het blijft lastig om slachtoffers en daders van mensenhandel in beeld te krijgen. We spraken eerder over de mogelijkheid om surfprofielen in te zetten, een belangrijk instrument waarmee slachtoffers op internet in beeld kunnen worden gebracht. Zijn die surfprofielen nu gereed? Worden ze al ingezet? En zo ja, wat zijn de resultaten? En voorzitter, zijn slachtoffers eenmaal in beeld, dan blijkt 50%, en dat zijn er 3000 als we van de officiële cijfers uitgaan, binnen 7 jaar opnieuw slachtoffer van een delict. Vaak jonge mensen, kinderen nog, die seksueel worden uitgebuit. Dat herhaald slachtofferschap is echt veel te hoog. Ik wil de staatssecretaris vragen of het mogelijk is om bekende slachtoffers van mensenhandel langer dan 7 jaar te monitoren en zo nodig te ondersteunen om te voorkomen dat ze opnieuw slachtoffer worden. En voorzitter, tenslotte de wet regulering sekswerk. Wat de VVD betreft gaan we die wet goed evalueren om vast te stellen of de wet er daadwerkelijk aan bijdraagt om misstanden te voorkomen. Wij vinden daarnaast ook van belang dat de wet de rechten versterkt van mensen die er zelf voor kiezen om sekswerker te zijn. Zodat ze bijvoorbeeld een bankrekening kunnen openen en klanten kunnen laten pinnen. Dat voorkomt beroving en de mogelijkheid van klanten om geld wit te wassen. Niet alleen plichten, maar ook rechten. Rechten die het voor sekswerkers aantrekkelijk maken om zich te registreren. We zien daarom uit naar het door u in het voorjaar aangekondigde plan van aanpak dat de juridische en maatschappelijke positie van sekswerkers moet gaan versterken. Voorzitter, ik rond af. De VVD vindt het goed dat er in het coalitieakkoord is afgesproken dat de aanpak van mensenhandel prioriteit houdt en dat het actieplan samen tegen mensenhandel wordt voortgezet. Goed dat daar binnen de coalitie, maar ook de oppositie, breed draagvlak voor is. Wat de VVD betreft vraagt dat een brede inzet op de punten die ik zojuist heb besproken. Daar zal de VVD deze staatssecretaris de komende periode scherp op houden. Ik dank u wel. Ik dank u. Er is een interruptie van mevrouw Ellemeet van GroenLinks voor u. Ja, ik had nog een vraag over het eerste gedeelte van uw inbreng. U bracht terecht op van dat u de VVD zich zorgen maakt over herhaald daderschap en slachtofferschap. Hebt u zelf al ideeën over wat zou kunnen bijdragen aan het doorbreken van dat patroon? Voorzitter, dank. Dank voor die vraag. Ik noemde net even het monitoren. Waar ik niet zo'n behoefte aan heb, is dat we meer een academische beschouwing hiervan krijgen. Die hebben we al uit de monitor. Maar ik zou echt daadwerkelijk in de praktijk willen zien dat er contactgesprekken blijven met de slachtoffers. En zodra er een indicatie zou zijn of een voorspellende waarde dat ze weer slachtoffer worden, dat er dan ondersteuning plaatsvindt om te voorkomen dat ze het weer worden. Echt heel concreet, zo concreet mogelijk. Dank u. Mevrouw Ellemeet nog.
Dat lijkt me een goed idee. We hebben een briefing gehad van de Nationaal Rapporteur, waar u ook bij was. En daar werd ook gezegd, je zou betere multidisciplinaire teams moeten hebben. Dus meer expertise bij elkaar, zodat je ook sneller inderdaad kan zien of er gevaar hierop loopt. En de rapporteur noemde het voorbeeld van de Centra voor Seksueel Geweld, waarin dat heel goed gebundeld is. Zou het ook een idee zijn om te kijken of we dat niet ook op andere plekken zo multidisciplinair kunnen organiseren? Meneer Verkuijlen. Ja, ik denk zeker dat u daar een punt heeft. En het eerste wat ik van belang vind is voordat we die ondersteuning mogelijk maken, en die moet inderdaad multidisciplinair zijn en zo breed mogelijk, hebben we wel eerst, en dat is mijn eerste basale vraag ook, laten we nou eerst zorgen dat we er zicht op houden en dat we dan kijken wat we aan ondersteuning kunnen bieden. Maar ik hoor daar graag ook de staatssecretaris nog over. Dan is er nog een interruptie voor u van mevrouw Kuik. Ja, voorzitter, want we hebben samen inderdaad eerder een motie ingediend, samen ook met de ChristenUnie, om criminele uitbuiting aan te pakken en het ronselen van jongeren. En nou is er deze week een haalbaarheidsonderzoek gepubliceerd, waar de toegevoegde waarde van een online platform voor slachtoffers van criminele uitbuiting blijkt dat dat toegevoegde waarde heeft. En mijn vraag is aan de woordvoerder van de VVD. Ziet hij ook dat een dergelijk initiatief past bij de doelstelling van het kabinet om die ondermijnende criminaliteit tegen te gaan? Meneer Verkuijlen. Ja, dank voor uw vraag, mevrouw Kuik. Ik denk zeker dat dat altijd goed is dat we slachtoffers in beeld krijgen. Maar mijn betoog zit hem ook meer in de hoek dat ik denk dat het hier gaat over naïeve jonge mensen die ik liever niet zou willen zien als dader, maar liever als slachtoffer. Dat is één. Twee, ik denk dat er een stelselmatigheid in zit op deze manier van mensenhandel bedrijven. En dat zit echt bij de georganiseerde criminaliteit. Vandaar dat ik dit een heel belangrijk instrument vind. En dat vonden wij ook samen met de ChristenUnie, waarom we ook een motie hebben ingediend. En het derde belangrijke aspect wat ik hierbij vind, en dat weten veel mensen, u had het net even over de straffen. Volgens mij als er een dodelijke afloop is bij mensenhandel, dan zou er zelfs levenslang op kunnen staan. Dus ik vind die strafmaat ook in verhouding tot het weerzinwekkende uitbuiten van jonge mensen en ze inzetten voor de georganiseerde criminaliteit, vind ik echt heel belangrijk. En dan sluit ik af, voorzitter. En nog belangrijker misschien wel dan een meldpunt, vind ik dat we in de wijken moeten zijn om te zien wat er met die jongeren gebeurt. En we moeten die jongeren moeten we ook kennen. Te kunnen signaleren of ze op die manier ook uitgebuit worden. Dan moet je hun achtergrond kennen, hun ouders kennen, alles wat daarbij hoort. Maar mevrouw dat Kuik. In antwoord op uw vraag. Ja, dank u wel. Mevrouw Kuik? Nee? Dus voldoende zo. Mevrouw Bikker nog voor u? Ja, voorzitter, dank u wel. En eerlijk gezegd vond ik het heel, heel mooi hoe de heer Verkuijlen sprak, juist ook over hoe verwerpelijk dit delict is, mensenhandel, wat er gebeurt met mensen. En juist daarom gingen we bij de technische briefing met de nationaal rapporteur het zo aan het hart dat hij zei, eigenlijk maakt niemand bij de politie, bij de opsporingsinstanties of bijna niemand, hij sprak er niet heel uitsluitend over, hier een levenswerk van in het krijgen van expertise om dit delict goed op te sporen. En voor je het weet zijn we dan alleen maar bezig met telkens nieuwe aanwas te voorkomen, wat vreselijk is, wat ook moet gebeuren om dat te voorkomen. Maar de mensen die er eindeloos van profiteren, die pakken we niet. En daar zijn we als Kamer boos aan het zoeken van hoe kunnen we dat nou bevorderen. En ik ben heel benieuwd of de heer Verkuijlen daar nog gedachten bij heeft. En ook of we daarin samen op kunnen trekken om juist daarin een versterking te krijgen van de opsporing. Meneer Verkuijlen. Ja, dank u wel. En inderdaad, dit was het punt ook van de Nationaal Coördinator. En ik denk dat een terecht punt is. Het gaat over continuïteit in die opsporingsteams die daarachter zitten. Ik gaf net al even aan 40%. CEPO, hè, dat is ook niet iets wat heel erg stimuleert. Dus als het mes bot is, dan is het ook slecht te hanteren. Daar moeten we echt een slag in gaan maken. Maar ik vind het zeker interessant, het punt wat hij opbracht, om te kijken of we die continuïteit in dat soort teams, en als met name hij had het over de expertise, langdurig, of we met elkaar kunnen kijken of we daar toch een lans voor kunnen breken. Mevrouw Bikker. Voldoende. Voorzitter, ik ben heel blij met dit antwoord en ik begon al naar de staatssecretaris te kijken, omdat ik hoop dat hij de handschoenen die de Kamer hier werpt, dat hij die oppakt. Dat gaan we zo vernemen.
Mevrouw Ellemeet, nog een vraag. Nog één punt hierop, in aansluiting op de vraag van mevrouw Bikker. Want wat ook als suggestie werd gedaan... Kijk, waarom mensen het niet hun levenswerk van maken... is omdat je ook niet kan doorgroeien. Hè? Dus de rapporteur gaf aan, er is gebrek aan mogelijkheid van senioriteit. Dus dat je kan doorgroeien in je functie en dat het ook aantrekkelijk blijft. Dus zou dat ook niet een onderdeel moeten zijn waar we naar moeten kijken? Dat mensen die bezig zijn met mensenhandel ook de kans krijgen... om ook professioneel door te groeien? Meneer Verkuijlen. Nou heb ik een klein beetje een bevoorrechte positie, omdat ik 35 jaar zelf bij de politie heb mogen werken in verschillende functies. En ik weet dat in het verleden kon je alleen doorgroeien in leidinggevende, maar ook in expertise kun je ontwikkelen. Dus die mogelijkheden zijn er wel degelijk. Je moet alleen heel goed gaan kijken dan of in die teams of dat soort gelaagdheid er ook in zit. Dus het kan wel. Kijk, dat is mooi. Dan komen wij... aan de bijdrage van mevrouw Van der Werf van D66. Het woord is aan haar. Dank u wel, voorzitter. Graag begin ik met een woord van dank aan de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Eerder deze week stipte hij zorgwekkende ontwikkelingen aan... als het gaat om de criminele uitbuiting van kwetsbare jongeren. En mijn collega's hadden het hier net ook al over. En als we dat serieus tegen willen gaan, dan zullen we moeten investeren... in professionals in de wijk, in één duidelijk zichtbaar loket... en een laagdrempelig luisterend oor waar slachtoffers altijd terecht kunnen. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel deed onlangs het voorstel voor een online platform waar slachtoffers van criminele uitbuiting anoniem met een hulpverlener kunnen chatten. En D66 vindt het een goed idee, want het zorgt niet alleen voor laagdrempelig contact waar slachtoffers kunnen worden doorverwezen naar hulpverlening of politie, maar ik denk dat het in het algemeenheid goed is dat dat één naamsbekendheid zou krijgen. Is de staatssecretaris bereid daarmee aan de slag te gaan? Ik hoor graag een reactie. Voorzitter, dan wil ik het hebben over de nieuwe wetgeving over sekswerk die eraan komt. De afgelopen tijd heb ik met meerdere sekswerkers en belangenverenigingen gesproken. En ze vertellen mij dat ze nauwelijks zijn gehoord in het voorgaande wetstraject, terwijl dit over hen gaat. En dat lijkt me onverstandig. En dat zou anders moeten bij het aangepaste wetsvoorstel dat eraan komt. Beleid moet gemaakt worden met sekswerkers en niet alleen over hen. Kan de staatssecretaris ervoor zorgen dat die beroepsgroep voldoende gehoord wordt bij het gewijzigde voorstel van wet? En hoe zou hij dat vorm willen geven? Dan de registratieplicht die nu in het wetsvoorstel zit. Ogenblik. Er is een interruptie voor u. Van mevrouw Bikker. Zo is dat, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, ik snap heel goed dat mevrouw Van der Werf ook bij nieuwe wetgeving vraagt van betrek nou de expertise van juist mensen die hier veel mee te maken hebben. Dus, en van de sekswerkers en ik neem aan ook van de hulpverleners en ook van politie en van gemeenten die hierbij moeten werken. Maar wat mij wel daarin opvalt, en ik ben benieuwd hoe zij daarnaar kijkt, is dat we dan ook wel heel vaak... Een bepaalde groep sekswerkers wel heel veel horen en ook een hele grote groep niet. En dan denk ik bijvoorbeeld zelf, heb ik in Utrecht in de raad gezeten, aan een hele grote groep Oost-Europese mensen die op dat moment actief was in de raamprostitutie, maar die zich niet vertegenwoordigd wisten. En ik vind het wel heel belangrijk dat we de volle breedte horen in plaats van alleen de kleine groep mensen met wie het mogelijk, maar dit is een aanname waar die mogelijk is te betwisten, maar waar het misschien beter mee gaat dan met de rest van die groep. En ik ben benieuwd hoe D66 dat ziet, want ik zou me goed kunnen voorstellen dat de staatssecretaris ook zijn best doet om dan de breedte van die groep te horen. Mevrouw Van der Werf. Ja, voorzitter, het is heel goed dat mevrouw Bikker dit vraagt. Ik heb het niet over een breedte of een smalte gehad. Dus voor alle duidelijkheid, volgens mij moet iedereen die iets met deze branche te maken heeft of daar ervaringen in heeft, zich uitgenodigd voelen om te komen. Enige punt wat ik daarbij wel wil noemen, want ik heb dit onderwerp ook in de gemeenteraad van Den Haag gedaan als raadslid. Wat je natuurlijk ziet, zoals het vaker in de lokale democratie gaat, is dat het dezelfde mensen zijn die naar het stadhuis komen. Simpelweg omdat ze die weg weten te vinden. Maar ik zou het absoluut geen slecht idee vinden om ook outreachends te zijn. Ik weet daar nu niet een mooie Nederlandse term voor, maar om even goed te kijken dat we het veld in de volle breedte en alle kleuren daarin daarbij kunnen betrekken. Mevrouw Bikker. Nou, voorzitter, daar ben ik blij mee. En ik zie ook uit naar de uitkomsten van de breedte van dat gesprek. Gaat u verder met uw betoog, mevrouw Van der Werf.
Ja, voorzitter, ik was bij de registratieplicht. Uit privacyoverwegingen en vanwege het simpele feit dat je er als goedwillende sekswerker weinig mee opschiet, zullen de meeste van hen wellicht niet voor aan de rij staan om dit te doen. En als je wil dat mensen zich registreren, dan moet je niet alleen wat aan het stigma doen, maar dan moet je er ook voor zorgen dat de nadelen van een registratie die mensen misschien ervaren, opwegen tegen de voordelen daarvan. En hoe zouden we nou ervoor kunnen zorgen dat de gegevens van sekswerkers veilig zijn, dus dat ze niet door Jan en alle man ingezien kunnen worden, dat ze zich minder zorgen hoeven te maken over dat stigma, wat mensen daar dan van zouden kunnen vinden. Maar ook wil ik de staatssecretaris vragen, wat zijn de mogelijkheden om wel te registreren, maar ook om de anonimiteit van sekswerkers te waarborgen. Dan, voorzitter... Ogenblik, mevrouw Ellemeet. Voorzitter, dat lijkt mij een contradictio in terminis. Je kan niet en registreren en anoniem blijven. Dus volgens mij benoemt mevrouw Van der Werf een pijnlijk punt in dit wetsvoorstel, waar mijn fractie ook uiterst kritisch op is. En als je het mij vraagt, wil je die anonimiteit waarborgen, moet je niet willen registreren. Mevrouw, hoe ziet mevrouw Van der Werf dit? Nou, voorzitter, daar heeft mevrouw Ellemeet een heel goed punt. En ik kan u vertellen, dit is ook niet een voorstel wat uit het verkiezingsprogramma van D66 komt. Maar ik denk wel dat als je gaat registreren, dat je daar hele goede waarborgen voor kan maken, zodat je ervoor kan zorgen dat mensen zich veiliger voelen. En waar dat natuurlijk ook mee te maken heeft, is de overheid heeft geen best track record als het om dit soort onderwerpen gaat. En ik denk dat we van fouten uit het verleden kunnen leren. En ik zou de staatssecretaris ook willen vragen om te kijken hoe je dit nou op de best mogelijke manier kan vormgeven. Mevrouw Ellemeet. Voorzitter, dat stelt mij toch niet gerust. Want als we kijken naar bijvoorbeeld Duitsland, waar het ook is ingevoerd, en we kijken naar het onderzoek wat in Noord-Rijn-Westfalen is gedaan, dan zien we daar dat vrouwen de illegaliteit zijn ingedreven omdat zij zich niet wilden registreren. Dus als het D66 echt zo aan het hart gaat als GroenLinks, dan moeten we volgens mij dat wetsvoorstel nog eens heel kritisch bekijken. Mevrouw Van der Werf. Ja, voorzitter, waarvan akte zou ik bijna willen zeggen. Maar ja, ik heb hier ook kritische vragen over gesteld. En ik ben heel erg benieuwd naar de antwoorden van de staatssecretaris. Gaat u verder. Voorzitter, het vergunningsgesprek. Dat zou wat ons betreft op een andere manier kunnen worden vormgegeven. En dat zei ook de Raad van State. En daar wilde ik de staatssecretaris het volgende over vragen. Wat gaat er nou precies gebeuren met dat zelfredzaamheidscriterium? En welke criteria gaan er gebruikt worden om te zorgen dat niet op één moment wordt bepaald dat iemand geen slachtoffer van mensenhandel is? Voorzitter, een vergunningsplicht betekent ook dat er iets moet veranderen aan de gebrekkige zakelijke dienstverlening voor sekswerkers. Als we onderscheid willen maken tussen wat legaal en wat illegaal is, dan horen daar niet alleen de lasten, maar ook de lusten bij. Want nu is het haast onmogelijk voor sekswerkers om een betaalrekening te openen, om een pinautomaat te krijgen of om een hypotheek te krijgen. Een pinautomaat te krijgen, zeg ik hier even heel raar. Terwijl dat voor andere ZZP'ers in Nederland geen enkel probleem is. Mijn collega's Hammelburg en Van Weijenberg hebben eerder naar de juridische onderbouwing gevraagd van het veronderstelde hoge risico op witwassen dat in de sekswerksector aanwezig zou zijn. En ik ben benieuwd hoe het daarmee staat. Dan wil ik de staatssecretaris tot slot vragen, wat zijn nou de mogelijkheden om die registratie te koppelen aan zakelijke dienstverlening? Dus op het moment dat je registreert, zijn er meer mogelijkheden waar je gebruik van kan maken. Want op die manier kunnen we het niet alleen maar aantrekkelijker maken om te registreren, maar je geeft ook een helder vervolg op het moment dat iemand zich registreert en banken en verhuurders mensen niet meer kunnen weigeren als klant. Ik hoor graag hoe de staatssecretaris hier tegen kijkt. Nee, mevrouw Kuik zat mij al streng aan te kijken. Het is niet zo dat ik hier D66'ers voor zit te trekken en die 13 seconden meer wil geven dan CDA'ers. Maar er kwam geen natuurlijke punt in de zin van... Ze haalden geen adem. Dus dat is een tip aan u. Hou zelf de tijd bij en zorg dat je geen punt zet rond 4 minuten. Dan weet ik het gewoon niet meer wat ik moet doen. Nee hoor. Goed zo. Nou, het woord is aan mevrouw Ellemeet van GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. En het eerste debat met deze staatssecretaris over een belangrijk onderwerp. En ik kijk uit naar dit debat en de komende debatten. Want we hebben belangrijke zaken te bespreken. Voor mij is het een nieuw terrein. En ik heb me erin verdiept. En het begint eigenlijk bij de moeilijkste vraag. Wanneer ben je dader en wanneer ben je slachtoffer?
Willen we voorkomen dat mensen daders worden, willen we slachtoffers voorkomen, dan moeten we echt aan die basis ingrijpen. De heer Verkuijlen had het daar ook al over. Je moet in die wijk zitten. Je moet voorkomen dat mensen verleid worden om de verkeerde dingen te doen. Want dat leidt tot heel veel ellende voor anderen en voor henzelf. Dus dit is een heel algemeen punt, maar ik zou graag van de staatssecretaris horen hoe hij... wat hij aan preventie wil doen, laat ik het zo formuleren. Voorzitter, als we het over mensenhandel hebben, dan hebben we het al snel over uitbuiting van vrouwen. Tenminste, dat is het eerste wat in gesprekken dan aan de orde komt. En dat is natuurlijk verschrikkelijk en daar moeten we het ook over hebben. Alleen, er is ook sprake van mensenhandel als het gaat om arbeidsmigranten. Ook dat is ter sprake gekomen in het gesprek met de Nationaal Rapporteur. En hij... gaf wel duidelijk aan zich zorgen te maken over de goede adviezen van de commissie Roemer en wanneer die nu ten uitvoer gevoerd gaan worden. Dus dat is mijn vraag aan de staatssecretaris. Hoe wil hij hiermee aan de slag gaan met die aanbevelingen? Het goede nieuws was, gaf de rapporteur aan, dat het gevoel van urgentie op lokaal niveau sterk is toegenomen. Dat hij ziet dat burgemeesters bijvoorbeeld ermee aan de slag gaan met uitbuiting en dat een goede samenwerking in die driehoek belangrijk is. En ik vraag de staatssecretaris, hoe wil hij dit ook met lokaal bestuur gaan oppakken? En hoe ziet hij zijn rol in het bevorderen van die goede relatie in die lokale driehoek? Dus graag daar een reactie op. Ook gaf de rapporteur aan dat die multidisciplinaire invalshoek heel belangrijk is om deze problemen rond mensenhandel en uitbuiting aan te pakken. Dat zit ook op het departementale niveau. En nou weet ik uit een ver verleden hoe lastig het is om vanuit departementen ook echt goed samen te werken. Dus ik vraag ook aan de staatssecretaris, welke goede voornemens heeft hij? En met welke andere departementen gaat hij intensief samenwerken? En hoe wil hij dat tot een succes brengen? Voorzitter, dan de wetregulering sekswerk die wij nog uitgebreid gaan bespreken. Ik maak mij zorgen over het voorstel waar nu aan gewerkt wordt, omdat wij weten dat juist vanuit een integratieve benadering uitgaan van het versterken van de positie van de sekswerkers, dat leidt tot een betere rechtsbescherming, betere rechtspositie en het tegengaan van geweld en het tegengaan van het verdwijnen van vrouwen in de illegaliteit. Daar wordt niet voor gekozen. Er wordt gekozen voor een registratieplicht. Er wordt gekozen voor een deel van het Zweedse model om mensen om die sekswerker heen te strafbaar te stellen of te criminaliseren. En we weten uit allerlei onderzoek, ik noemde al één onderzoek uit Duitsland, maar ook onderzoek uit Ierland, onderzoek uit Zweden, dat dit leidt tot ongewenste gevolgen. Dus of je nu moreel voorstander of tegenstander van sekswerk bent, het gaat, denk ik, ons er allemaal om dat we agressie, geweld en onderdrukking tegen willen gaan. En de vraag is, wat werkt feitelijk het beste om dat te bereiken? En ik vraag de staatssecretaris, is hij bereid om hier op basis van de feiten en op basis van het onderzoek wat er ook internationaal is, de juiste keuzes te maken? Dank u wel. Daar wilde ik het bij laten. Dank u wel, voorzitter. Ja, fijn. Dank u wel. Het woord is aan de heer Van Nispen van de Socialistische Partij. Dank u wel. Mensenhandel is een afschuwelijk misdrijf, een moderne vorm van slavernij. En we hebben daar ook helemaal geen politiek verschil van mening over. Maar waarom blijft het dan zo ingewikkeld om dit echt goed en grondig aan te pakken? Waarom schiet dan bijvoorbeeld nog steeds de capaciteit tekort bij de politie om mensenhandel aan te pakken? Ik maak me daar ook echt zorgen over. Want ook uit de teams mensenhandel, de AVIMS, daar vloeit capaciteit weg voor andere belangrijke politietaken. En de vergrijzing is ook daar echt een probleem. Wanneer zal de basis echt op orde zijn? En als we veel inzetten op signalering, door onder andere gemeenten, Veilig Thuis en andere betrokken partijen, dan moet er natuurlijk wel capaciteit zijn bij de politie om vervolgens iets te doen met die signalen. Anders komen we niet verder. Mag ik allereerst hierop een reactie van de staatssecretaris? Dan, voorzitter, een heel specifiek punt. Ik wil in het bijzonder aandacht vragen voor het drama bij Essex, waar slachtoffers van mensenhandel om het leven kwamen. Na meerdere kamervragen blijf ik daarover toch echt met vragen zitten. Want onder alle doden die te betreuren waren, ook twee minderjarige jongens die de beveiligde opvang in Nederland verlieten. De politie vermoedt direct mensenhandel en besluit daarom tot observatie. En vervolgens gaat dat observatieteam, het Nederlandse observatieteam, gaat België in. Was daar nu wel of niet direct toestemming voor gegeven door de Belgen?
Waarom is niet ingegrepen en was het doorlaatverbod nu wel of niet van toepassing? Heeft de Nederlandse politie daar strafbare feiten gezien en laten passeren? Waarom is niet ingegrepen? En klopt het dat de Belgen op dat moment wel vonden dat hier sprake was van de doorlevering van personen en zelfs dreigen om de zaak over te nemen? Dagen later worden die jongens dood aangetroffen in een koelvrachtwagen in Essex. Dus waarom worden er wel schaarse middelen ingezet om die jongens te volgen, maar was er niet voldoende reden om in te grijpen en daarmee mogelijk levens te redden? En meent de staatssecretaris dat dit wel een geval is waarvoor uiteindelijk het doorlaatverbod van toepassing had moeten zijn? Er zijn nog heel veel vragen en daarom is mijn vraag, waarom volgt er nou geen extern onderzoek om precies al dit soort feiten op te helderen? Ik heb hier al Kamervragen over gesteld, ik zou dat echt heel goed vinden. Ik hoop niet dat dit een van de vragen is die nou net niet in de map van de staatssecretaris zitten, maar ik doe echt een dringend pleidooi voor een extern onderzoek naar deze belangwekkende zaak. Afgelopen jaar nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel strafbaarstelling van klanten van slachtoffers van mensenhandel aan. We zagen al campagnes in de buitenruimte. Kan de staatssecretaris al iets zeggen over de omvang van deze campagne? En wellicht is het wat vroeg, maar ik vraag het toch, is er al iets te rapporteren over deze wet? Ook mijn fractie waardeert het dat het programma Samen tegen Mensenhandel wordt voortgezet. Dat is een goede en noodzakelijke stap. Wij begrijpen wel van gemeenten dat zij ook zeggen, we hebben eigenlijk wel meer geld nodig om dit allemaal ook echt goed te doen. Is de staatssecretaris daarmee bekend en kan hij daar iets over zeggen? En ook van ons de vraag, wanneer mogen we dan verwachten dat artikel 273f van het wetboek van strafrecht wordt aangepast? Wanneer kunnen we dat verwachten? Dan, hoe gaan we nou om met slachtoffers van gedwongen prostitutie? Welke professionele zorg is er? Vaak is er sprake van meerdere problemen waardoor mensenhandel te laat wordt herkend en inderdaad opnieuw slachtofferschap dreigt. Meerdere sprekers zeiden dat al. En wat is hierin nou precies die rol van de Centra voor Seksueel Geweld? Worden slachtoffers daar dan ook heen geleid? Dat zou denk ik in veel situaties wel goed zijn. Graag een reactie daarop. Dan nog enkele vragen en opmerkingen over sekswerk. Terwijl de sekswerkers eindelijk weer legaal aan inkomen kunnen komen, zijn de onderzoekers naar sekswerk precies klaar met hun werk. En die onderzoeken die zal mijn fractie natuurlijk betrekken bij het wetsvoorstel regulering sekswerk. Maar toch één vraag daarover. Wat was nou de invloed van corona op die nulmeting? Want, voorzitter, de invloed van corona op het werk van sekswerkers was enorm. Zij voelden zich gedwongen om illegaal te werken en werden nog meer aan uitbuiting en geweld blootgesteld. Dus hoe betrouwbaar is nou die nulmeting? Dat vind ik wel relevant om dat vooraf met elkaar te onderzoeken. En dan tot slot, voorzitter. Vorig jaar nam de Kamer een motie aan van SP en Bijeen om de sociale en juridische positie van sekswerkers te verbeteren. En wij missen toch echt de terugkoppeling. We lezen wel dat onder leiding van de alliantie destigmatisering sekswerkers er cursussen zijn geweest aan banken en hulpverleners. Maar dat is toch hopelijk niet alles wat het kabinet gedaan heeft met die motie. Kan de staatssecretaris hierop reageren? Want wat mijn fractie betreft draait het erom dat sekswerkers gelijk worden gesteld aan andere beroepen wanneer zij een verzekering, zorg, hulp, hypotheek of een bankrekening of wat dan ook nodig hebben. En wij betwijfelen zeer of dit nou het bereikte resultaat is. Ik dank u zeer. Dank u wel. Dan is er een interruptie voor u van de heer Verkuijlen. Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag zou even zijn, omdat ik het net ook bij mijn bijdrage zei. Want wij zien uit naar het plan wat in het voorjaar werd aangekondigd door de staatssecretaris, de vorige staatssecretaris, om de juridische en maatschappelijke positie en volgens mij van sekswerkers te versterken. Die ligt volgens mij wel in lijn. Is dat hetzelfde onderwerp waar u het nu over heeft? En is dit ook hetzelfde plan waar u om vraagt? Dank u wel. Meneer Van Nispen. Ja, voorzitter. We hebben daar al eerder een motie over ingediend om die sociale en juridische positie te versterken. Volgens mij hebben wij het inderdaad over hetzelfde. En het kan zijn dat ik het gemist heb, dan spijt me dat. Maar volgens mij hebben we daar nog onvoldoende resultaten van gezien, zoals ik net zei. Als ik het stuk gemist heb, dan hoor ik het graag van de staatssecretaris. Maar bij mijn weten is dat grote, grondige plan, wat ik echt verwacht om die positie te versterken, is dat er gewoon nog niet. Wel wat cursussen aan, maar goed, dat heb ik gezegd. Ja, ik zie dat het voldoende is voor meneer Verkuijlen. Dan is tenslotte het woord aan mevrouw Bikker van de ChristenUnie. Ja, voorzitter, dank u wel. En voordat ik van start ga, ik doe mijn bijdrage mede namens collega Van der Staaij, die een debat zou doen over de omgangsvormen. Maar dat is gans anders gelopen, desondanks toch namens collega Van der Staaij. Dan ter zake. Voorzitter, duizenden mensen jaarlijks slachtoffer van mensenhandel. En zo vaak minderjarig, zo vaak niet eenmaal, maar meermaals. En het is eigenlijk een vorm van moderne slavernij in ons moderne vrije land.
We koesteren die vrijheid en we willen niet anders dat mensen ook in vrijheid kunnen zijn, leven en tot bloei kunnen komen. En in die zin ben ik heel blij met de afspraken die in dit coalitieakkoord zijn gemaakt om juist daar weer opnieuw stappen in te zetten. En ik zie er ook naar uit om samen met de staatssecretaris juist daar ook werk van te maken. En ik wil hem daarin ook van harte succes wensen. En vooral ook voor zoveel mensen kan hij daarin van betekenis zijn. En waar nodig, moedigen wij hem graag aan om dat ook te blijven. Voorzitter, het goede nieuws is dus dat er bijvoorbeeld gewerkt gaat worden aan de uitstapprogramma's. Dat mensen die echt vastzitten in de prostitutie en daarin meermaals ook wel echt slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting, dat die eruit kunnen komen. En dat het budget daarvoor verdubbeld is, vind ik goed nieuws. En ik vraag de staatssecretaris ook om daar snel werk van te maken, dat dat ook verder goed ingericht wordt. En ook te kijken naar de huisvestingsvraag die er vaak speelt, ook weer in de doorstroming in die uitstaptrajecten. En een tweede belangrijk punt is dat de aanpak van mensenhandel verbeterd wordt. Daar wordt extra geld voor uitgetrokken, daar wordt structureel geld voor uitgetrokken. En juist zo kunnen we ook het samen tegen mensenhandel vormgeven. Ogenblik. De staatssecretaris wijst mij erop dat er interruptie is. Ja, ik heb ook zelf nog een portefeuille, dus ik moet heel af en toe ook nog iets doen. Excuses daarvoor. Mevrouw Van der Werf. Ja, druk, voorzitter. Ik wilde iets vragen over die uitstapregelingen waar mevrouw Bickert over had. Want ik heb daar ook wel eens wat kritiek op gehoord. Dat het meer in de categorie kleien met je emoties is dan mensen echt serieus helpen aan een baan en aan een echte stap op de arbeidsmarkt. Is mevrouw Bickert het met mij eens dat wij mensen echt moeten helpen om bij een nieuwe werkgever met zelfvertrouwen aan te komen en ook iets te kunnen uitleggen over hun verleden of over een gat op hun cv, wat zij moeilijk vinden, en dat we ze daar een serieuze hand bij reiken? Mevrouw Bickert. Ja, voorzitter. Ik nodig allereerst collega Van der Werf graag uit om samen dan naar zo'n programma toe te gaan. Want ik vind kleien met je emoties eerlijk gezegd geen recht doen aan wat daar op heel veel plekken gebeurt bij vrouwen die echt wel een hele intense weg hebben afgelegd om deze keuze te maken. En wat ook voor hen, van hen heel veel vraagt, ook juist in het vinden van een baan en werk. En dan is het zeker belangrijk dat de hulp die geboden wordt, natuurlijk, vanzelfsprekend, dat niet een vorm is van thee drinken alleen, maar dat het een vorm is van goede hulpverlening. Ja, absoluut. En daar is vaak meer voor nodig dan alleen kijken naar je cv. Daar is vaak ook iets voor nodig, omdat je heel wat hebt meegemaakt. Dus laten we ook daarin samen op pad gaan om te zien hoe die uitstaptrajecten eruit zien. En als er reden is voor verbetering, sta ik er dan voor open. Mevrouw Van der Werf, nog? Kijk. Gaat u verder. Dat hebben we maar weer bereikt, voorzitter. Voorzitter, wat ik eigenlijk het meest schokkend vond, ook wel in de bijdrage opnieuw van de Nationaal Rapporteur, maar ook wel in het lezen van de stukken, is dat minderjarige slachtoffers steeds slechter in beeld zijn. Dat we gewoon eigenlijk de grootste groep van slachtoffers in ons land is niet in beeld. En we verliezen steeds meer het zicht op deze slachtoffers van seksuele uitbuiting. En ik zou daarom de staatssecretaris willen vragen om hier werk van te maken. Hoe kunnen we hier weer meer zicht op krijgen? Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de AVG. En met dat alleen de opsporingsdiensten zich verplicht weten om te melden. En dat het een zoektocht is voor de andere hulpverleners. Ga ik melden? En wat betekent dat? Kan de staatssecretaris daar onderzoek naar doen of een advies voor geven hoe daarmee omgegaan wordt dat we het zicht weer vergroten? Juist ook omdat 50% van deze slachtoffers herhaald slachtoffer zal worden. En voorzitter. Ogenblik. Interruptie voor u van mevrouw Ellemeet. Ja, voorzitter, eigenlijk in aanvulling op wat mevrouw Bickert zegt. Want de Nationaal Rapporteur maakt zich evenveel zorgen over het gebrekkig zicht op daders. Hè? Dus volgens mij, het staat aan twee kanten. Dus en jonge slachtoffers zijn niet goed in beeld, en het zicht op daders is onvoldoende. Dus dat is mevrouw Bickert het eens om dat mee te nemen richting de staatssecretaris. Mevrouw Bickert. Ja, voorzitter, dank u wel. Mijn vraag zag vooral ook op de functie die Comensia heeft, juist in het registreren van slachtoffers. En ik zou daar heel graag ook maken dat Comensia, als we hen hebben aangewezen om dit te registreren, dan moeten zij ook zicht hebben. En moeten we ook kijken wat daarin dan nu belemmert dat het zicht onvoldoende is. En dat is duidelijk, want het vermindert. Ook omdat we zien dat het aantal hulpverleners bijvoorbeeld niet meer meldt waar dat in het verleden wel gebeurt. En we weten dat nog steeds dit volop voorkomt. Het is helaas niet omdat het er niet meer is. Daarnaast, en dat was ook mijn vraag aan de heer Verkuijlen, voorzitter, heb ik gezegd, wat is het belangrijk dat juist de opsporingsdiensten ook investeren in die expertise, zodat je het zicht ook krijgt. En ik denk dat ik kan daarin wel aansluiten bij wat de heer Verkuijlen zei over het werk in de wijk. Dat je heel goed weet wat er gebeurt. Maar daarnaast ook dat we populair gezegd de eindbazen van deze bendes, want er wordt gewoon gigantisch veel aan verdiend door zware criminelen, dat we die ook in zicht krijgen. En dat vraagt expertise, dat vraagt langjarig commitment en structureel commitment. En we hebben te lang gezien in de politiek dat het telkens weer een projectje was.
Dus daarin van harte eens. En ik ben heel benieuwd hoe de staatssecretaris daarmee aan de slag gaat. Mevrouw Ellemeet nog? Nee, gaat u verder, mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, dank u wel. En ik zou de staatssecretaris in dat licht ook willen aanmoedigen om te kijken of we niet nog meer contextueel kunnen werken. Bijvoorbeeld wat men in Engeland doet. Daar worden pooiers een gebiedsverbod opgelegd bij scholen. Bij de ROC's zou ik zeggen. Wat heb ik in de stad gezien waar dat gebeurt? Kwetsbare meisjes die de bling-bling-auto zien voorrijden. De hulpverlening zit wel op zo'n school, dus dat een meisje ook makkelijk terechtkomt. Kan de voorzitter, kan de staatssecretaris daar werk van maken? Zeker in het licht van de motie Kuik van de Graaf, waarin juist al is gesteld, kom nu met een plan om de minst zichtbare groep van slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting beter in beeld te krijgen. En ondersteun daarbij dan ook de anonieme chatfuncties. En daar verwezen andere collega's al naar in het licht van criminele uitbuiting, maar ik zou het ook willen zeggen ten aanzien van seksuele uitbuiting. Voorzitter, ik wil de staatssecretaris nog 4 korte vragen stellen. De eerste vraag is, hoe staat het nu met de webcrawler? Die is keihard nodig, de webcrawler. Ja, ik ben niet zo goed in die Engelse R, voorzitter. Dat is al levenslang een probleem. U heeft nog een halve minuut voor de andere 3. Nou, dank u wel, voorzitter. Dan ga ik daar snel mee door, want dat is heel hard nodig. De tweede vraag is, de wet regulering sekswerk moet er heel snel komen, omdat we zien dat gemeenten juist hierop wachten met beleid. Welke planning heeft de staatssecretaris in gedachten? En de laatste vraag, voorzitter, die ziet op dat haalbaarheidsonderzoek. Kan de pilot voor online chat met hulpverleners die door slachtoffers van criminele uitbuiting, kan die van start gaan? Wil de staatssecretaris zich daar sterk voor maken? Dank u wel. U zei dat u 4 vragen ging stellen. U heeft er maar 3 gesteld. Als ik dat op me geweten heb, dan mag u de 4e vraag ook nog stellen. Nou, dank u wel, voorzitter. Dan doe ik die vraag namens de heer Van der Staaij. Zo had ik het nou ook weer niet bedoeld. Dan ga ik dat niet aan hem doorgeven. Maar voorzitter, ik zou de staatssecretaris ook willen vragen of hij de gemeente ook kan aanmoedigen in de tussentijd. Want de gemeenten zijn nu vaak aan het wachten op die wet. En ik zou het zo jammer vinden als de gemeente nu ook nog alle wetgevingstrajecten ook langs Tweede Eerste Kamer afwachten. Terwijl het gewoon als het gaat om die criminele uitbuiting of die seksuele uitbuiting van minderjarigen, daar kan al zoveel gebeuren. En ik zou het zo jammer vinden als we in de wachtstand staan. Dus wat wil de staatssecretaris met de gemeente ook nu al doen? Dank u wel. Daarmee eindigt de eerste termijn van de zijde van de Kamer. Ik kijk even naar de staatssecretaris hoeveel tijd hij denkt nodig te hebben. 1,5 uur. Ja, nou, om ze te vinden tussen die stapel, dat lijkt 4 uur, 4:05, is dat wat? Nee, dat is meer dan genoeg. Ja. Meer dan genoeg? Ja. Oké, nou, dan schors ik tot 4 uur. Ja, dat lijkt me helemaal goed.
naar de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid voor zijn termijn. Ik geef u het woord. Ja, voorzitter, ik had afgelopen dinsdag in de Eerste Kamer mijn eerste debat in deze rol. Want ik heb natuurlijk wel eerder in de Eerste Kamer debatten gehad. Onder andere met u uiteraard, met mevrouw Bikker. Maar dit keer in de rol van staatssecretaris. En de heer Janssen van de SP, die sprak daarover. Wij zijn eigenlijk met elkaar het team justitie. En ik moest er een beetje aan denken toen de heer Verkuijlen net zei, ook de oppositie is het hiermee eens. En ik dacht, we gaan het vaak nog met elkaar oneens zijn. En er gaat vaak ook nog een verschil zijn tussen coalitie en oppositie. Maar nou juist op dit dossier, waar er wel accentverschillen kunnen zijn, zeker op het dossier van prostitutie. Maar als het om mensenhandel gaat, zijn we volgens mij, u bent nu met 19 fracties volgens mij nog, zijn alle 19 fracties het met elkaar eens. En zijn al die 19 fracties het ook met het kabinet eens. Dan kunnen we wel verschillen hebben, maar het basisprincipe, daar zijn we volgens mij team mensenhandel op. En dan komt de nuancering wel. En u verwees ook naar de nationaal rapporteur. Daar heb ik in het kader van mijn kennismakingsgesprek, maar ook ter voorbereiding op vandaag, mee gesproken, net als u vorige week volgens mij de technische briefing had, of de week daarvoor. En die stelde wel inderdaad ook de positie van jongeren heel erg centraal. En wat ik in de beantwoording van, in de vragen van de commissie zag, was een focus op prostitutie. Er kwamen ook andere zaken aan de orde. Mevrouw Ellemeet noemde terecht ook de arbeidsuitbuiting. Ook dat valt onder mensenhandel. En ook daar komen we buitengewoon schrijnende verhalen tegen. Maar die uitbuiting die niks te maken heeft met prostitutie, maar die wel jongeren raakt. En ook zeker de ondermijningscomponent. Nou, de heer Verkuijlen verwees er ook naar, in de zin van gewoon ook het criminele circuit intrekken. Ook dat moeten we met elkaar benoemen. Dus ik zal in mijn beantwoording ook veel stilstaan bij prostitutie, omdat u het daar ook de nodige keren over heeft gehad. Maar zeker ook die kansarme jongeren in de Schilderswijk, in Rotterdam-Zuid, in de Bijlmer. Uiteraard waar dan ook in Nederland. Maar zelf ken ik ook natuurlijk zeer goed de situatie in Amsterdam-Zuidoost. Daar motten we wel wat mee. En mevrouw Ellemeet had het daarbij, voorzitter, ook over preventie. En die preventie ligt natuurlijk heel veel niet op mijn vlak als staatssecretaris van Justitie, maar op onze vlak, als leiders van Nederland. Klinkt wat zwaar, maar u begrijpt hoe ik het in deze context bedoel. Want het gaat over armoedebestrijding. Het gaat over zorgen dat de jongeren een opleiding hebben waar ze ook een baan uit kunnen halen. Dat gaat over zorgen dat er werkgelegenheid is voor de jongeren, waardoor er ook een alternatief is. Maar dat gaat ook, en daar verwees mevrouw Wikker ook naar het aanpakken van die jongens in die bling-bling-auto's die, bij die school of bij die sportvereniging staan en daar een bijzonder interessant alternatief bieden voor het minimumloon wat je verdient bij het vakkenvullen. Dus het is een veel breder verhaal als het gaat om het. En dat zit wel heel erg sterk gekoppeld aan jongeren. Want als je het hebt over de groep vrouwen, maar laten we ook niet vergeten dat ook mannen in de prostitutie werkzaam zijn, maar de groep vrouwen die in de prostitutie terechtkomt, dat is een ander verhaal. Daar spelen dat soort motieven ook mee, maar ook andere motieven mee. Maar als het gaat om de jongeren, dan zit het inderdaad ook heel erg in het wegnemen van de verleidingen. Maar een belangrijk element in het wegnemen van de verleiding is iets verleidenders. Ik weet niet of dat Nederlands is, voorzitter. Maar iets verleidenders bieden. Gewoon een mooi perspectief. U had het over doorgroeien net binnen de werkgelegenheidscomponent aan de uitvoeringskant. Maar het gaat natuurlijk ook om het doorgroeiperspectief voor jongeren die gewoon nu in klusjes zitten, maar hopen op een mooie toekomst, waarbij ze woning, werk, wederhelft kunnen vinden. Dat is waar we volgens mij een veel bredere discussie met elkaar over moeten voeren. Dus dat preventieverhaal, ik zeg van GroenLinks, maar dat kwam wat mevrouw Ellemeet ermee kwam, dat raakt heel erg aan sociale zaken, aan investeren in onderwijs. Maar ook bijvoorbeeld aan de WMO-kant, hè? De zorgkant, die gemeentes, de plicht die men daar heeft.
En een ander punt wat ik nog wil benoemen, in het algemeenheid voor ik naar de specifieke vragen ga. Het is natuurlijk al bijzonder, en dat geeft al aan dat we het over, een bijzonder groep werk hebben, dat wij hier de arbeidsvoorwaarden van sekswerkers met elkaar bespreken. Dat doen wij helemaal niet als het gaat om bakkers, of als het gaat om griffiers, of als het gaat om woordvoerders of andere categorieën. Als we het daar al over hebben met elkaar, dan doen we dat in andere portefeuilles. Maar ik heb het toevallig in een van de kennismakingsgesprekken ook tegen een van u gezegd. Als ik u uitscheld voor bakker, of voor griffier, of voor woordvoerder in deze vergadering, dan zal de voorzitter daar anders op reageren dan dat ik u uitscheld voor hoer. En ik gebruik nu even expres het woord hoer en niet prostituee of sekswerker, omdat ik het in de scheldcontext zei. Dus blijkbaar vinden we met elkaar, ook al is het niet strafbaar, en ook al moeten we er wat mee doen, vinden we toch ook dat prostituee, sekswerker, iets anders is dan al die andere beroepen met elkaar. En als ik even ook voor mijzelf spreek, u refereerde, mevrouw Bikker refereerde, voorzitter, aan Utrecht. Mevrouw van der Werf refereerde aan het werk in Den Haag. U weet, ik heb een Amsterdams verleden. Ik heb daar dingen meegemaakt en gezien als wethouder verantwoordelijk voor zorg. Zowel op het gebied van mensenhandel als prostitutie. Die mij in ieder geval geen romantisch beeld op het gebied van prostitutie doen hebben. En geen misverstand. Ik bedoel, het is een niet strafbaar beroep. Maar ik heb rapporten gezien waarin stond dat 90% van de vrouwen in de prostitutie daar gedwongen zat. En 5% van de vrouwen daar gedwongen zat. Maar als 5% van de vrouwen er gedwongen zit, dan worden er elke dag ontzettend veel vrouwen op een heel klein gebied in Amsterdam verkracht. Dus die romantiek, die voel ik niet. Ik ben niet voor verbieden, dat lost allemaal niks op. En ik kom straks nog op de discussie die ook plaatsvond, onder andere tussen mevrouw Ellemeet en mevrouw van der Werf over de WRS. Geen romantisch beeld, ook niet verbieden. Want dat lost ook allemaal niks op. Maar we hebben wel nog een klus te klaren met elkaar. Dit even, zeg ik maar eventjes, vooraf. Maar wel iets wat mij bezighoudt. Mevrouw Ellemeet. Ja, voorzitter. Wat ik een beetje meekreeg toen ik me ging verdiepen in deze commissie, in dit onderwerp, is dat je al heel snel twee kanten op uitvergroot wat de posities zijn. Dus de confessionele partijen zullen het alleen maar heel zielig vinden. En GroenLinks zou alleen maar zeggen happy hookers en allemaal. Hè? En volgens mij, het zou nou zo mooi zijn, hè, als we het over nieuwe bestuurscultuur hebben, als we dat achter ons kunnen laten. Precies. Maar dan vind ik het ook wel belangrijk om wel heel precies te zijn. Dus mijn bijdrage, als ik die daarop zou kunnen geven, zou dan zijn, volgens mij moet je je ogen op geen enkele manier sluiten voor alles wat er misgaat binnen de prostitutie, maar kan je ook niet iedere sekswerker neerzetten als een zielig iemand, iemand die onderdrukt wordt. Dat kan ook niet. Dus we moeten daar denk ik heel zorgvuldig in zijn. Dus je kan constateren dat er in deze, nee, hoe moet je het noemen, branche, sector, dat daar veel misstanden plaatsvinden. Die moeten aangepakt worden. Maar de vraag is of dat betekent dat mensen die ervoor kiezen, dat je die ook meteen dan mee stigmatiseert. Dus dat zou ik nog wel even mee willen geven aan de staatssecretaris. Maar misschien bedoelde die dat ook zo. Nou, voorzitter, staatssecretaris. Ik ben heel erg blij dat mevrouw Ellemeet nu het woord stigmatiseren gebruikt. Want het woord was volgens mij nog niet gevallen net. Maar daar hebben we wel, daar hebben zij last van. Maar daar hebben we in ons debat met elkaar, in ons gesprek met elkaar ook last van. Want ik besef donders goed dat de woorden die ik net sprak kunnen bijdragen aan stigmatisering van de groep die we niet willen stigmatiseren. Wil je als het wel slachtoffers zijn, ze niet stigmatiseren. Want als het slachtoffers zijn, zijn het slachtoffers en geen daders. En als het geen slachtoffers zijn, maar vrouwen zijn die gewoon vanuit kracht en zelfstandigheid en gelijkwaardigheid kiezen voor dit beroep, dan wil je ze ook niet stigmatiseren. We zitten wel in een samenleving met elkaar waarin we nog niet, los van of je dat moet willen, maar ik denk dat we in ieder geval met elkaar moeten willen dat daar dit een legaal beroep is, dat we die stigmatiseringen zoveel afhalen, maar zover zijn we nog lang niet.
met elkaar. En u en ik bedoel niet specifiek voorzitter mevrouw Ellemeet, maar zij stelde de vraag, maar met elkaar moeten we daarin de balans vinden en geen misverstand. Net zo min als ik in het romantische beeld zit over de prostitutie, zit ik in het vooroordeel bevestigende beeld dat GroenLinks'ers het allemaal feest vinden en ChristenUnie'ers het allemaal verschrikkelijk vinden. En dat daarin ook gewoon de nuance zit. Dus ik eens met de oproep van mevrouw Ellemeet, voorzitter. Mevrouw Ellemeet, die heeft hier voldoende aan. Meneer Van Nispen. Dank, voorzitter. Ik ben het zeer eens met de opmerking van GroenLinks en eigenlijk volgens mij met het hele debat tot nu toe, dat die ideologische tegenstelling die nog wel eens werd gezocht op dit thema, die vond ik soms echt een beetje gezocht, dat we die in dit debat niet uitvergroten, omdat we een aantal heel veel zaken gemeenschappelijk willen. Dat stel ik op prijs. Ik was heel erg blij met de inleiding van de staatssecretaris. Echt complimenten daarvoor. En er komt geen maar. Punt. Ik vond het echt goed. Ik probeer er alleen nog even één dimensie aan toe te voegen, en dat had ik misschien zelf ook in mijn bijdrage moeten doen. Is het niet in de kern ook een ongelijkheidsvraagstuk? Dat veel mensen, voor zover zij al kiezen voor dit beroep, dat toch ook uit een positie van achterstand doen. Vanwege de ongelijkheid. En zeker ook als je kijkt naar de Oost-Europese werknemers, moet ik ze denk ik noemen, die bijvoorbeeld in Amsterdam in de seksbranche werkzaam zijn, dat toch ook niet doen uit geheel vrije keus, omdat ze uit zoveel zaken kunnen kiezen voor een beter leven. Dus dat had ik misschien in mijn bijdrage wat nadrukkelijk moeten noemen, maar omdat ik de inleiding van de staatssecretaris zo mooi vond, voelde ik me vrij om toch dit element hier ook nog aan toe te voegen. En misschien wil de staatssecretaris daarop reageren. De staatssecretaris. Het is absoluut een kwestie van ongelijkheid. Maar we hebben op heel veel vlakken in Nederland te maken met het feit dat 52% van de bevolking niet gelijkwaardig wordt behandeld aan die 48. En dat zie je hier heel erg sterk. En het gaat hier heel vaak om situaties waarin er sprake is van of kwetsbaarheid, of inderdaad een gebrek aan alternatief is. Dus ja, dit gaat zeker over ongelijkwaardigheid die we moeten bestrijden met elkaar. Kan ik u verleidingen richting antwoorden op de vragen? Zo langzamerhand. Nou, u kunt me gewoon opdracht geven, hoor. Nou, u bent de baas van vandaag. Ik probeer dat. U probeert het verleidend te doen. Verleidelijker, ja. Dat is volgens mij het woord wat u net zocht. Ik sprak net al even in mijn inleiding, voorzitter, over de ANBV, tenminste over de Nationaal Rapporteur. Die aanbevelingen, die gaan wij natuurlijk in het nieuwe programma Samen tegen Mensen en Handel gewoon meenemen. En meenemen, dat vind ik altijd zo'n politieke term van ik neem het mee. Het heeft mijn aandacht, ik ben ermee bezig. Maar zo bedoel ik hem niet, hè. Ik bedoel hem in dit geval echt heel nadrukkelijk ook implementeren, kijken wat ik kan en eventueel als niet kan, gemotiveerd daar richting u een verhaal over hebben. Maar ik werd in ieder geval wel gelukkig van, eigenlijk niet gelukkig van de aanbevelingen, want die vloeien voort uit een ongewenste situatie, maar ik kan wel goed uit de voeten met die aanbevelingen. Hoe ga ik de samenwerking, dat vond ik eigenlijk de lastigste vraag, voorzitter, van mevrouw Ellemeet, want die gaat eigenlijk helemaal niet over prostitutie of mensenhandel. Hoe gaat u de samenwerking tussen de departementen, hoe gaat u die verbeteren? Ja, nee, hij gaat er wel over. Maar ik ben wel eens vaker in Den Haag geweest, ook voordat ik staatssecretaris mocht zijn. En als er nou één vooroordeel is wat ik niet helemaal ontkracht heb zien worden in de 6 weken dat ik hier mag zitten, is het dat er nog wel sprake is soms van zuilen. Soms zelfs heb je daar niet eens een ander departement voor nodig om die zuilen te hebben. Dus dat vind ik wel een buitengewoon lastige. Tegelijkertijd zie ik wel dat nou juist dit onderwerp ook in de coalitie en dus ook bij collega's heel erg sterk leeft. U heeft, als het goed is, de antwoorden op de vragen rondom ruilseks inmiddels gehad. Ik zie geknik bij de twee die ze ook hadden ingediend. Dat is duidelijk een onderwerp waar niet alleen ik een mening over heb, maar waar ik ook uitgebreid over heb gediscussieerd en gesproken
met mijn collega, want ministers zijn geen collega's. Hè? Dat zijn een soort van bazen van staatssecretarissen. Maar met de minister van Sociale Zaken. Omdat het namelijk ruilseks is niet alleen een verhaal wat grenst aan prostitutie. Maar ook gewoon gaat over zaken die onder sociale zaken vallen. Nou, we hebben daar ook samen uitgebreid over gesproken voordat de beantwoording bij u kwam. Daar waar we het hebben over uitbuiting. En we hebben het niet alleen over de categorie prostitutie, maar we hebben het ook gewoon waar we het net even over hadden, over uitbuiting in het kader van reguliere arbeid. Dan zit je ook gewoon niet alleen met het collega ministeries om de tafel, maar ook met de arbeidsinspectie of met andere inspecties die daarmee te maken hebben. En ik merk wel dat redelijk oké gaat. Juist ook omdat daar dat team mensenhandel waar ik het net over had richting u, dat geldt daarvoor ook wel binnen binnen de ministeries, als ik het zo mag zeggen. Dus daarover wordt wel veel met elkaar samengewerkt. En als het gaat om de categorie kwetsbare jongeren, dan zie ik nadrukkelijk dat het veel breder gaat. En een punt wat u daarin minder heeft benoemd, maar wat ik in dit kader maar even pak, want dat speelt zowel bij mensenhandel als bij prostitutie. Als je het hebt over uitstapprogramma's, dan kom je bijvoorbeeld ook te spreken over huisvesting. En alle problematiek die daarmee speelt. Nou, ik had vanochtend, nee, het was vanmiddag. Ik had vanmiddag een overleg onder leiding van collega De Jonge. Maar er zat ook de staatssecretaris van VBS, zat daar ze bij. Waarin we het hadden over de huisvesting van kwetsbare mensen. Nou, dat heb je het niet alleen over mensenhandel, prostitutie. Maar bijvoorbeeld ook gewoon over dak- en thuislozen. U weet, ik doe ook nog iets op het gebied van asiel. Dus daarover, over statushouders. Maar dan komen zelfs studenten komen nog aan bod. Ik vind de samenwerking daarop wel goed gaan. Dan, wat vindt de staatssecretaris van het WODC-onderzoek? En, ik vind die vraag lastig, want ik heb het gelezen en ik snap wat u dacht toen u het las. En tegelijkertijd ben ik staatssecretaris in een kabinet en heb ik dus te maken met de trias politica. En ik moet dus heel erg voorzichtig zijn met praten met het Openbaar Ministerie. Laat staan praten met rechters. En de meest platte tekst, maar op geen enkele wijze wil ik suggereren dat door het CDA ook maar in de verste verte wordt gesuggereerd. Maar we moeten heel ver afblijven van Poolse situaties, zal ik maar even zeggen. We hebben heel nadrukkelijk die scheiding tussen rechter en politiek. En ik moet niet aan rechters gaan vertellen wat ze moeten opleggen. En zelfs wegblijven bij de richtlijnen die het Openbaar Ministerie stelt. En ik blijf expres even weg bij Valkenburg en Valkenswaard, want dat is individuele casuïstiek, daar mag ik het als bewindspersoon überhaupt niet over hebben. Maar we moeten ook echt heel erg ver weg blijven van dat doen. En tegelijkertijd hebben niet zozeer u en ik, als wel in ieder geval de Kamer en kabinet, natuurlijk niet voor niets met elkaar bepaalde zaken strafbaar gesteld. Dan constateer ik in ieder geval dat rechters, als ik naar de uitspraken kijk, nadrukkelijk een staakstraf opleggen, maar dat van ons, als ik het zo even mag zeggen, niet alleen mogen doen en daarom ook die vrij beperkte gevangenisstraf opleggen. Dus dat de rechters kiezen voor die taakstraf meer dan voor die gevangenisstraf die ze wil opleggen, omdat ze dat van u en mij moeten. Maar ik vind hem ingewikkeld en ik snap de signaalfunctie die daarvan uit kan gaan, die mevrouw Kuik en ik beide ongewenst zouden vinden. Namelijk dat het minder belangrijk is. En als ik nog één ding mag zeggen, voorzitter. Uiteraard.
het wetsvoorstel seksuele misdrijven. En het gaat dan specifiek om betalen voor seks met minderjarigen als straffenverzwarende omstandigheid. Die ligt op dit moment bij de Raad van State. Dank u wel. Interruptie voor u van de heer Verkuijlen. Ja, dank u, voorzitter. Zonder op enige manier het onderwerp bij mevrouw Kuik weg te willen halen. Maar in uw betoog raakte mij wel iets, omdat dit gaat volgens mij over taakstrafverbod op zedendelicten. Dat is in meerderheid door de Kamer is dat ook als zodanig aangenomen. En wat je in de praktijk ziet, en het zijn echt weerzinwekkende feiten als je ze zo opleest. Ik dacht, mevrouw Kuik maakte daar even een begin mee. Dan is dat heel slecht te verenigen met in een aantal gevallen waarin één dag opgelegd wordt en voor de rest een taakstraf. En volgens mij gaat het om genoegdoening van slachtoffers en een afkeuring van de maatschappij. En u heeft helemaal gelijk, ik deel dat de trio's natuurlijk niet aan ons is om daarin te treden, maar wel in de geest van de wetgeving zoals die bedoeld is. En daar zou ik graag nog, voorzitter, iets meer van de staatssecretaris over willen horen. De staatssecretaris. Nou, kabinet en Kamer hebben zich hierin uitgesproken. En hebben dus inderdaad een verbod op... Nou, niet een verbod, hè, want het mag wel, maar het mag niet alleen een taakstraf zijn. Hebben dat vastgelegd in de wet. Maar het is vervolgens wel aan de rechters om die wet uit te voeren. Hetgeen zij ook doen. Maar wij, u en ik, kunnen niet bepalen wat rechters vervolgens opleggen. Dus wij leggen wel maxima vast in dit land. Wij leggen geen minima vast in dit land. En één dag is dus uitvoering van de wet. En daar kunt u een mening over hebben. Maar ik vind zelfs al dat Kamerleden, voor zover ik dat mag zeggen, want je moet altijd terughoudend zijn als bewindspersoon om iets te zeggen over Kamerleden, want ook Kamerleden zelfs terughoudend moeten zijn met wat zij vinden van gerechtelijke uitspraken. Omdat u daarmee, er wordt toch naar u geluisterd, kleuring geeft. Maar als één iemand het in ieder geval, of drie zijn het er op dit moment, als drie het niet mogen, dan zijn het wel de bewindspersonen op het ministerie. Want dat is echt die scheiding. Dus dat is het ingewikkelde. Maar ik snap wel dat dit niet was wat u bedoelde toen u vond dat er geen, niet alleen taakstraffen mochten worden opgelegd. Nou, kijk, weet u, voorzitter, als ik mag. Het ging me niet zozeer om uw oordeel over de rechtelijke uitspraak, maar het ging mij meer. Mijn vraag was heel concreet over, er zit een bepaalde geest in van wetgeving. En volgens mij sluiten die uitspraken niet aan bij de geest. En dat was eigenlijk mijn punt wat ik wilde maken. Met alle respect voor de rechtspraak en de afwegingen die ze daar ook in maken. Dank u, voorzitter. De staatssecretaris. Ik laat deze even, als u het goed vindt, voorzitter. Begrijp ik. Voor de heer Verkuijlen. Ja. Mevrouw Kuijlen. Ja, voorzitter, maar daar sluit ik me wel bij aan, bij die geest van de wetgeving. En ik probeerde in mijn betoog ook aan te geven, wij moeten inderdaad niet op individuele rechtszaken ingaan en reageren. Alleen, we zien wel dat er een trend is. Door ook dat WODC-onderzoek. Ik bedoel, dat is niet voor niets dat is aangevraagd en dat er een onderzoek is ingesteld. En dan vraagt de staatssecretaris wel, ja, ziet hij mogelijkheden om daar iets mee te doen? Of zegt hij, ja, dat onderzoek is gedaan en dat is gedaan, dus ik kan er verder niks mee. De staatssecretaris. Nou, ik ben geneigd het botte antwoord nee te geven, voorzitter. En dat is omdat op het moment dat ik er wel wat mee zou doen, dan zou ik de procureurs-generaal opbellen en zeggen van, hey, zouden jullie de strafeis willen verhogen? Nou, ik denk dat ik vrij hard uitgelachen word en dat ze dan zullen zeggen, bemoei je niet mee. Maar stel dat je die component nog pakt van het Openbaar Ministerie, maar dan is er uiteindelijk de beslissing aan de rechter. Ja, en die durf ik niet eens op te bellen, bij wijze van spreken. En dat vind ik ook terecht dat ik dat niet durf.
Helder. Ja, mevrouw Kuik nog. Voorzitter, het zijn natuurlijk landelijke richtlijnen van de rechtspraak. Dus dat komt uit een landelijk overleg van vakinhoud, strafrecht, waar alle afdelingen iets vastleggen. Ook mede naar aanleiding van de wetsbehandeling die wij natuurlijk hebben gehad. Als ik de staatssecretaris zo hoor, wat zouden dan de opties zijn? Moeten wij een nieuw wetgevingstraject ingaan om het dan nog een keer helderder te maken of nog iets aan te passen? Want als ik er zo naar kijk, dan is één dag gevangenisstraf voor seks met een minderjarige niet hoe wij de straf zouden willen zien. Natuurlijk, in individuele zaak moet de rechter zelf kunnen oordelen, maar we zien een trend dat dit is hoe het wordt toegepast, het recht. Staatssecretaris. Even één nuancering. De getallen die u net noemde over percentages, die kloppen uiteraard. Want u las vooruit hetzelfde rapport wat ik heb gelezen. Dat is niet hetzelfde als dat rechters in dit land zeggen, voor seks met een minderjarige krijg je één dag. In de twee casuïstieken die u heeft genoemd in dit debat, klopte dat. Maar dat is niet hetzelfde als seks met een minderjarige wordt in Nederland bestraft met één dag. Dus daar wil ik even de nuancering voor voor de kijkers thuis bij noemen. In deze twee casussen gebeurde dat wel. Dat is één. En twee, kunt u er wat aan doen? Nou, ik hoop eigenlijk dat u er niks aan kunt doen. Want op het moment dat u er wel wat aan zou kunnen doen, dan zou u dus gaan bepalen wat rechters opleggen. En we hebben in Nederland de redelijk goede gewoonte dat u leden maar kunt bepalen wat rechters maximaal kunnen opleggen. En dat komt omdat u daarmee aan de rechter laat om een aantal zaken mee te wegen. En dat is niet alleen de kant van het slachtoffer, maar ook het verhaal van de dader. Op het moment dat u zich daarmee zou gaan bemoeien als Kamer, of als wetgever moet ik in dit geval zeggen, dan haalt u dat weg bij de rechter. En dat willen we niet tot nu toe in Nederland. En dat vind ik eigenlijk ook wel goed dat we dat niet willen. Ik stel voor dat u uw beantwoording voortzet. Dan doe ik dat, voorzitter. 273 F. Voor de zomer kom ik daarvoor met het verkenningsverhaal. Even gemakshalve. Ja, ik heb een heel blaadje, maar dan wordt de voorzitter boos. Dus ik doe het even. Heel goed. Ik doe hem even kort. Oh, ja. Wat dat? Ja. Even kuilen. Ja, voorzitter. De vraag, lees het blaadje voor. Als u dat blaadje nou met uw naam eronder naar de Kamer zou kunnen sturen, zou ik dat heel prettig vinden, als u daarin dat traject even schetst. En ik zeg dat echt. Niet om de ludieke kant te benaderen, maar omdat het met name de mensen in de uitvoering er met smart op zitten te wachten. Laat ik toezeggen, voorzitter, dat er een kort briefje van mij naar de Kamer komt over 273F. Binnenkort, ja. Binnenkort, ja. Nou ja, uiteraard. Gaat u verder, ja. De surfprofielen. Meneer Verkuijlen. Ik denk, wie was het ook alweer, maar het was meneer Verkuijlen. Het CKM voert op dit moment een proef uit. Daarmee. Verder wordt er nu ook een getraind team van zorgprofessionals uitgerust om hoe hiermee heel nadrukkelijk om te gaan. Een eerste pilot heeft begin dit jaar, nou ja, dat is redelijk kort geleden, zal ik maar zeggen, plaatsgevonden. En daardoor zijn nu ook de eerste potentiële slachtoffers. Hè? Want daar gaat het om, als het gaat om die surfprofielen. Die zijn daarvoor benaderd. Maar het is nu, begin dit jaar, is wel redelijk kort geleden. We kunnen daar nu nog niet een goed verhaal over richting u houden, wat de eerste dingen zijn die we daaruit hebben opgehaald. Daarvoor is het te kort geleden. En dan de webcrawler van mevrouw Bikker. Het Openbaar Ministerie en de politie verkennen momenteel aan de hand van casuïstiek precies wat de reikwijd ook is, ook in het kader van de bestaande juridische kaders.
En de inzet van de webcrawler is formeel aan hen. Wanneer kunnen ze dat wel of niet gaan inzetten als instrument? En in het kader van de modernisering van het wetboek van strafvordering, u weet dat ligt bij de minister. Ja, rechtsbescherming, maar er moet een woord tussen, toch? Voor. Die zocht ik of ik nou van of voor moest zeggen. Voor rechtsbescherming, maar goed, in ieder geval in het kader van de modernisering van het wetboek van strafvordering wordt een nieuwe bepaling geïntroduceerd die de bevoegdheid tot stelselmatig overnemen van de persoonsgegevens die daarbij te maken heeft ook gaat bekijken. En binnenkort ontvangt, er staat hier ik, maar dat zal dus zijn collega van rechtsbescherming, excuses, het advies van de Raad van State. Mevrouw Bieker. Ja, voorzitter, dank u wel. En ook dank voor het antwoord aan de staatssecretaris. Het punt is dat hier echt al heel lang om gevraagd wordt. Ja. Dat de nationaal rapporteur ook al opnieuw in de slachtoffermonitor zegt, wat is dit hard nodig? En er wordt nog steeds gestudeerd. En ik hou heel veel van studie en ik ben zelfs van onderzoekt alle dingen en behoudt het goede, dat weet de voorzitter. Maar op een gegeven moment zijn we ook wel eens klaar met onderzoeken en kan het in gebruik genomen worden. Dus ik zou de staatssecretaris willen vragen dat voor zover daar ook nog wel iets in zit wat het ministerie kan doen, dat hij dat bevordert en dat hij ook aan de Kamer teruggeeft op welk moment dit instrument gebruikt kan worden. De staatssecretaris. Ja, ik zal het zinnetje, het is een traject waar geduld noodzakelijk is, dan maar niet voorlezen nu, want daar wordt u niet blij van. Maar laat ik met u afspreken dat ik u inderdaad, en dan ook weer schriftelijk, gewoon informeer als er voortgang is. Zodat u dat ook inderdaad kunt monitoren of ik er wel mee bezig ben. Ja, ik versta de vraag van mevrouw Bieker iets anders. Ja, met en meer, met iets meer. Ja, ja, maar gaat, u kunt het zelf beter. Nou ja, voorzitter, als u vertelt het altijd nog mooier dan ik. Maar toch, ik word al heel lang de collega's met mij gebriefd over dat er onderzoek wordt gedaan. Terwijl de Kameruitspraak helder is, terwijl we echt zien dat dit werkt, terwijl de nationaal rapporteur, nou die is toch juridisch ook wel redelijk geschoold, dacht ik zo, echt de aanbeveling doet, kom hier nou mee. En terwijl we dagelijks zien dat er online allerlei onguur spul steeds geld verdient aan de uitbuiting van mensen wat voorkomen had kunnen worden. Dus ik wil urgentie zien in plaats van wat heel aardig is, hoe de voortgang is. Ik wil urgentie en dat het sneller gaat. Kan de staatssecretaris daar toch nog iets meer op meebewegen dan dat hij tot nu toe in zijn toezegging heeft gedaan? Staatssecretaris. Laat ik daar gewoon ja op zeggen. En ik krijg ook door dat er op zich nu wel al door de politie mee wordt geëxperimenteerd. Het moet ook nog allemaal stand blijven houden. Maar ik snap uw ongeduld, u weet, ik heb in diverse rollen ook gewoon aan de volksvertegenwoordigende kant gezeten. En ik snap dus uw ongeduld. Dus ik zal niet alleen uw ongeduld, dat zal ik in mezelf incorporeren. Mooi, gaat u verder. De slachtoffers van mensenhandel en ook vooral het feit dat het zo vaak voorkomt, hè, bijna de helft van de gevallen, dat ze ook weer opnieuw slachtoffer worden. Kijk, dat raakt ook wel aan de preventiediscussie voor een deel. Want het is te gemakkelijk om te zeggen, slachtofferschap van mensenhandel komt in alle lagen van de bevolking voor. Nee, slachtofferschap van de mensenhandel, en het raakt zowel aan de woorden van mevrouw Ellemeet als ook aan de woorden van de heer Van Nispen, raakt aan kwetsbare mensen. En raakt aan mensen waar sprake is van ongelijkheid en kansarmheid. Dus wat je ziet is dat het feit dat men slachtoffer wordt van mensenhandel in sommige gevallen, en niet in alle gevallen, geen misverstand, maar ook gewoon betekent dat mensen kwetsbaar zijn en dus ook, ik gebruik ook gewoon het woord prooi, want ik denk dat het juiste woord is, ook prooi is voor anderen om ze te gebruiken, misbruiken voor allerlei zaken die het daglicht niet kunnen velen. Er loopt op dit moment, als het gaat om herhaald slachtofferschap, een meerjarig onderzoek. Dat is gestart door Zon en Wee in 2018.
Dat richt heel specifiek zich ook op de slachtoffers van Loverboys of Pooiers, zo u wilt, want Loverboys blijft gewoon een te romantisch woord. En het onderzoek dat loopt af eind van dit jaar. Ook om te kijken van wat betekent dit nu en wat. En uit het onderzoek kunnen we dan hopelijk ook dingen afleiden waar we wat mee kunnen, zou ik bijna zeggen. Meneer Verkuijlen. Ja, voorzitter, dank. Ja, ik hoor goed wat de staatssecretaris zegt, voorzitter. Maar het is mij net even te weinig concreet, laat ik het zo zeggen. En dit is een haaldelict. Dat betekent, het is niet zichtbaar. Het is iets wat zich echt verhult voltrekt. Er zijn ook al een aantal dingen over meldpunten zijn hier genoemd. En dan weten we van die 6.000 geregistreerde slachtoffers dat 3.000 daarvan opnieuw in een delict terechtkomen. Dat kunnen we toch niet laten lopen onder, zeg maar, de noemer dat we eerst onderzoek moeten doen. We weten toch al wie die slachtoffers zijn. Die kunnen we toch gewoon monitoren en daar, zeg maar, per kwartaal een keer kijken hoe het met ze is. Dat is eigenlijk heel concreet mijn vraag. De staatssecretaris. Nou nee, dat kunnen we helaas op die manier ook niet. Overigens, een van de dingen die natuurlijk speelt, zeker bij de categorie waar we het hier over hebben, is dat slachtoffers van mensenhandel in de nodige gevallen zichzelf niet op die manier kwalificeren. En het kan variëren van het meisje wat ontzettend verliefd is op die loverboy en als wij er dan aanspreken zegt, nee, hij houdt van me en de bekende teksten die daarbij komen. Maar ook als het gaat om mensenhandel bijvoorbeeld in relatie tot arbeidsuitbuiting, dan zien we dat wij zeggen, jij wordt uitgebuit. En het is dan ook gewoon zo, als wij dat zeggen. Maar dat de uitgebuitene het bijvoorbeeld vergelijkt met de situatie ergens anders, bijvoorbeeld het land van herkomst, en zegt, ik wil ermee doorgaan, et cetera. En het is niet zo dat wij kunnen zeggen, jij bent nu slachtoffer, dus wij gaan jou nu de komende 5, 6, 7 jaar monitoren. Dat kunnen we wel op het abstracte niveau van het wetenschappelijk onderzoek. Maar wij kunnen niet zeggen, jij bent nu slachtoffer en wij gaan jou nou de komende x jaar in de gaten houden. Meneer Verkuijlen. Ja, voorzitter, dat is toch even een merkwaardige gang van zaken. Want je bent slachtoffer, dan ben je dat ook formeel. Dan heb je als overheid erkend dat iemand slachtoffer, dan heeft hij ook slachtofferrechten. Dan is ook definitief dat je slachtoffer bent van een bepaald delict. Die redenatie lijkt me vrij zuiver. Daar weten we van dat het er 6.000 zijn. De helft daarvan binnen 7 jaar loopt weer tegen een strafbaar feit aan. Ik vind het dan minder boeiend of iemand zelf doorheeft dat hij wel of geen slachtoffer is. Juist bij kwetsbare groepen vind ik dat we als overheid een rol hebben om ze te beschermen. Juist dan zou ik willen zien, laten we nou eens onderzoeken of die monitor of dat wel mogelijk is. En niet afwachten op rapporten. Het zijn er 3.000. Ik zou heel graag zien in een delict waarin het zo moeilijk is om die slachtoffers in het licht te zetten. Als we dat soort kansen laten lopen, want dan wordt het lastig voor ons team mensenhandel, ben ik bang. Staatssecretaris. Ik zou bijna zeggen, ik snap de emotie van de heer Verkuijlen, die snap ik en die kan ik delen. Het ingewikkelde is dat we er voor een groot deel alleen maar wat op macro- of mesoniveau moeten kunnen en niet op het individuele niveau van die persoon, omdat ik de overheid in dit geval, niet tegen jou wil, jou kan volgen. Als jij je hebt gemeld, nog even los van het feit waar je hebt gemeld, hè? Want dat speelt ook, Comensia werd ook genoemd. Het is ook dus heel erg ingewikkeld als jij je wel hebt gemeld bij hulpverleners. Kijk, politie, als je bij de politie meldt, die registreert van alles. Maar jij meldt je bij hulpverleners van help, ik ben slachtoffer. Dan kunnen wij die gegevens ook niet zomaar van die hulpverleners krijgen. Maar ook als jij wel bij de politie hebt gemeld en je bent slachtoffer en er wordt een casus tegen de dader gedaan, dan kunnen wij niet jou als slachtoffer in een soort, ja, ik zou bijna zeggen, verplichte monitoring nemen. Dat kan wel op het macro- en mesoniveau, dat we zeggen, bepaalde groepen lopen meer risico en daar besteden we meer aandacht aan. We kunnen je natuurlijk ook wel als slachtoffer gewoon hulpverleningstrajecten aanbieden. Maar uiteindelijk is het slachtoffer zelf degene die bepaalt
wat er met wie gedeeld wordt. Anders dan als het gaat om het macroniveau van wij hebben zoveel cliënten als hulpverleningsorganisatie. Afrondend. Ja, zeker. Dat zal ik zeker doen, voorzitter. Ja, ik had eigenlijk gehoopt dat de staatssecretaris hier iets zou zeggen in de zin ik ben wel bereid om dat te onderzoeken. Ik vind het dermate prangend dat ik eigenlijk wel overweeg om daar misschien een motie voor in te dienen, voorzitter. Dat gaan we dan zo meteen in tweede termijn ervaren. Ik wil de staatssecretaris vragen om verder te gaan met de beantwoording. Nee, voorzitter, dit is, dit is mijn autocue, zal ik maar even zeggen. Kamerleden kunnen meer vragen dan een simpele staatssecretaris kan beantwoorden. Dus er zit hier zo'n hele batterij ambtenaren, nou niet hier, kwartier lopen hier vandaan. Ja, drama. Maar goed, daar zitten ambtenaren en die sturen dan appjes. Maar we gaan dit in ieder geval, zeg ik eventjes richting de heer Verkuijlen, meenemen als belangrijk onderwerp in het nieuwe programma. Laat ik dat in ieder geval aan u toezeggen. Dan gaan we naar geloof ik, meneer Verkuijlen. Als het gaat om die criminele uitbuiting, maar daar hebben we het natuurlijk voor een deel ook al over gehad. Want daar zit nu ook heel erg sterk die preventieve kant in. En wat we wel aan het doen zijn, is kijken van hoe kunnen we nu inderdaad gewoon een nadrukkelijke programma doen, juist ook op dat punt van die preventieve uitbuiting. En uw Kamer zal door de minister van JNV en Rechtsbescherming nog dit voorjaar daarover meer worden geïnformeerd. Dit heb ik volgens mij gehad. Even kijken. Dit heb ik volgens mij gehad. Ja, ik heb al heel veel gehad, voorzitter. Even een specifieke casus waarvan ik ook zeg, ik ken het als krantenlezer. Essex. Maar het zat niet in mijn hoofd. En het zat inderdaad ook minder in de map. In ieder geval minder in mijn hoofd, meneer Van Nispen. Maar vanuit die krantenlezers oogpunt die ik in ieder geval had, weet ik hoe heftig deze casus ook hier in deze Kamer aan de orde is geweest. En wat ik ook van mijn ambtenaar erover terug heb gehoord, is dat u hierover kamervraagbeantwoordingen heeft gehad. Ja. Ik hoef u de data niet voor te lezen. U heeft ze zelf gehad. Wij zien op dit moment in ieder geval geen aanleiding om te komen tot een nader extern onderzoek. Zoals trouwens ook in die beantwoording stond. Wel is het zo dat in de aanleiding van de casus ook nadrukkelijk gekeken is naar de samenwerking tussen politie en MRGC. Maar ook de samenwerking tussen de Nederlandse politie, zeg ik maar eventjes, en in dit geval de Belgen. Meneer Van Nispen. Dank, voorzitter. En ik heb er begrip voor dat de staatssecretaris niet tot in detail, want ik stel daar gedetailleerde vragen over, die allemaal paraat heeft. Ik heb daar begrip voor en toch vond ik dat ik ze hier moest stellen. Want het gaat hier echt over een verschrikkelijke zaak met een dramatische afloop. Minderjarige slachtoffers van een crimineel netwerk, signalen van mensenhandel die er wel zijn, die vervolgens niet goed opgepakt worden, slechte samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische politie en uiteindelijk die dramatische afloop. En er is van alles over te zeggen. Die interne reflectie waar de staatssecretaris het over heeft, die is niet grondig geweest. Ik weet zelfs uit vrij betrouwbare bron dat de deelnemers er zelf ook niet over te spreken zijn. Dat is niet het onderzoek waarvan ik denk dat die nodig is voor deze zaak. En het probleem is juist, we hebben hier eigenlijk in deze Kamer ook nog veel te weinig over deze zaak gesproken. Het is echt een van een groot kaliber. Dat is ook precies de reden dat ik zeg, laten we daar nou eens grondig en extern onderzoek naar doen. En ik zou echt hopen dat de staatssecretaris zegt van, nou, dit is inderdaad wel een type zaak waarvan we het nooit meer willen meemaken, maar dan moet wel eerst de onderste steen boven. Dus kan de staatssecretaris daar toch misschien een toezegging op doen? De staatssecretaris. Voorzitter, dat doe ik op dit moment in ieder geval niet. Want daarvoor zit ik gewoon onvoldoende in de materie voor ik iets tegen u zeg. En ik probeer wel van de categorie te zijn dat de komende 3 jaar, als ik ja tegen u zeg, ik ook ja tegen u doe. Dus daarop kan ik op dit moment gewoon geen ja zeggen. Misschien, ja, ik doe maar een suggestie, maar misschien kunt u nog in tweede termijn op terugkomen.
Het hoeft voor mij niet, hoor. Ja, als dit maar, het was, maar zelfs als dan, optie. Zelfs dan vraag ik me af, want ik heb hier een keurige annotatie over gekregen. Maar zoals de heer Van Nispel zei, dit is wel een hele ingewikkelde, heftige casus. Waarvan ook inderdaad waar veel vragen over zijn gesteld. En ook uitgebreid, niet bevredigend, maar wel uitgebreid antwoord is gegeven. Ik vrees dat ik dat ook niet in tweede termijn kan. Prima. Meneer Van Nispel. Ja, voorzitter. Ik begrijp dat. En toch ben ik er nog niet klaar mee. Dus ik ga hier toch nog meer vragen over stellen, ook nu. Het probleem is dat er veel verschillende versies zijn. De Nederlandse politie, het Nederlandse ministerie, het Belgische ministerie, de Belgische politie. Iedereen vertelt eigenlijk andere versies van wat is er nou gebeurd. Was er nou wel of niet concreet een vermoeden van menshandel? Was er nou wel niet sprake van een doorlaatverbod? De politie had het wel in de smiezen, maar heeft het laten gebeuren. En ik verwijt dat helemaal niemand. Het is hartstikke ingewikkeld. Dus geen enkel verwijt ook aan de agenten die op dat moment een observatieteam erachteraan reden. Maar uiteindelijk zijn hier wel strafbare feiten op het oog. Is er niet ingegrepen, mogelijk door slechte samenwerking, en is er een fatale afloop? Dat zijn toch de feiten zoals we die kennen. En er is geen duidelijkheid over, er zijn verschillende versies. Dat heeft Argos, VPRO heeft dat feilloos blootgelegd. En in antwoord op Kamervragen komen we daar ook niet doorheen. En dat verwijt ik niet de staatssecretaris, maar ook in het Belgische parlement is daarover gesproken. Er is zelfs overwogen om de Nederlandse politie tegen te houden. Nou, dat zegt ook iets over de staat van samenwerking tussen België en Nederland in die zaak. Ik ben echt op zoek naar, hoe krijgen we nou precies de waarheid op tafel en hoe voorkomen we nou dat dit nog een keer gebeurt? En dan begrijp ik dat de staatssecretaris voor zich de annotatie heeft liggen. En geen kritiek, want zo werkt dat natuurlijk. Waarop staat, nou, geen extern onafhankelijk onderzoek toezeggen. Maar ik ben toch zoekende, hoe komen wij hier dan achter? En ja, dan zal er toch, zeg ik tegen de collega's en ook tegen de staatssecretaris, misschien een motie voor nodig zijn. Omdat ik echt vind, we hebben dit gewoon nog niet goed uitgeplozen. En er zijn ook geen, ja, garanties zijn er misschien niet. Maar we hebben onvoldoende gedaan om te voorkomen dat dit in de toekomst weer kan gebeuren. De staatssecretaris. Ja, voorzitter, het ingewikkelde is, maar daarin wil ik niet koud of kil overkomen, dat ik hier gewoon niet goed op kan reageren op dit moment richting de heer Van Nispel. Dat is wat het op dit moment simpelweg is. Want dan ga ik vanuit emotie op uw emotie reageren of vanuit wat ik in mijn verre geheugen heb, maar dat moet ik niet doen. Meneer Van Nispel. Nee, voorzitter, dat respecteer ik. En dan laten we het hier nu ook bij, want dan komen we daar op dit moment niet op verder. Maar dan, ja, dan ga ik daar wel een motie over indienen. En dan hoop ik dat, voordat we dan dat 2 minuten debat hebben, dat misschien dan toch blijkt dat zo'n motie niet nodig is. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen, voortschrijdend inzicht vanuit de kant van het ministerie. Goed, gaat u verder. Het gaat sneller, voorzitter, want ik heb veelal. Ik ben heel tevreden. Dat is helemaal mooi. Roemer, wij gaan de aanbevelingen van het aanjaagteam gaan we gewoon uitvoeren. Dat is 1. En 2, ik heb gewoon ergens in de komende weken, en dat moeten we dus niet zien als maanden, hè, maar als weken, maar ik heb het even niet opgezocht, ook gewoon een afspraak staan met de heer Roemer. Gewoon even 1-op-1, waarbij dit 1 van de 2 onderwerpen is. De andere is migratie, omdat hij ook commissaris van de Koning is. En daarmee rijksheer. Maar dit is het andere onderwerp. Dus daar kom ik ook met de heer Roemer zeer binnenkort over te spreken. Maar uitgangspunt is wel dat wij de aanbevelingen van de heer Roemer, of beter gezegd van het aanjaagteam, de commissie Roemer, gaan uitvoeren. Mevrouw Ellemeet. Dat is goed. Volgens mij stond dat ook in het coalitieakkoord. Dat klopt. Ja. De vraag is natuurlijk met welke voortvarendheid gaat dat gebeuren? Dus op welke manier wil de staatssecretaris de Kamer daarin meenemen na dat gesprek? En de tweede vraag is, het is ook even hard op denken hoor, maar is het niet ook een idee om de nationaal rapporteur daar misschien bij te vragen? Kan die nog van toegevoegde waarde zijn? De staatssecretaris. Eerst de vraag hoe de Kamer meegenomen wordt na het gesprek met de heer Roemer. We leven nu eind februari. Zal ik u voor 1 april een update sturen, voorzitter? Wordt mevrouw Ellemeet? Ja, daar wordt heel graag.
Ja, en mevrouw Elemeet had nog een vraag. Ik ben alweer ook... Ik ben de nationaal rapporteur, voorzitter. Ja, of dat een toegevoegde waarde heeft bij dit gesprek. Dat weet ik even niet. U weet wellicht ook dat de nationale rapporteur ook iets anders gaat doen met zijn leven. En er een nieuwe gaat komen die ook weer zelf daarvoor een deel over gaat. Dus dit moet ik dan meenemen in mijn kennismakingsgesprek met de nieuwe nationaal rapporteur. Maar dat duurt nog wel eventjes. Mevrouw Elemeet. Dat weet ik toevallig, want mijn zus heeft bij de nationaal rapporteur gewerkt. Maar er is natuurlijk meer dan één nationaal rapporteur. Er zit een heel team achter. Dus het is fantastisch wat de heer Bolhaar doet, maar er zit natuurlijk een heel team achter. Dus mijn punt is meer dat daar zit natuurlijk ook veel expertise over hoe je hier nu mee aan de slag kan. En betrek die expertise bij nadenken over hoe we die aanbeveling gaan uitvoeren. Ja, voorzitter, natuurlijk zitten er meer mensen achter. Dat geldt ook voor ombudsman en dat soort personen. Alleen, en dat vind ik ook heel mooi, het zijn wel redelijk dominante types in het bepalen, zelf ook bepalen waar ze hun prioriteiten in leggen. Dus ik kan niet zeggen van het team achter de nationaal rapporteur gaat er wat mee doen. Maar ik snap uw vraag, dus die gaan we ook even koppelen. Nog één korte opmerking, want het gaat mij er niet om dat zij iets moeten doen, maar zij kunnen misschien meedenken over wat u ermee, wat de staatssecretaris ermee kan doen. Ja, is dan het antwoord gewoon. Gaat u verder. Laat ik het met de microfoon aandoen. Dat is ook voor de Nederlandse bevolking prettiger. Is het mogelijk de WRS na één jaar te evalueren? Die vind ik wat krap. Nou, we komen nog redelijk uitgebreid over de WRS, denk ik, te spreken. En ik zie daar ook nog wel wat aandachtspuntjes in dit gezelschap. Maar een jaar wordt krap, maar dat heeft er ook mee te maken hoe we hem gaan invoeren. Op het moment dat je daar stappen in zet, we doen het stapsgewijs, dan krijg je al meteen te maken met het feit dat je het aan het eind van het stapsgewijs pas de kans gaat geven om het in volle omvang te doen. Maar laten we daar ook bij de bespreking van de WRS uitgebreid bij stil komen te staan. En daar was ook wel een discussie ook tussen mevrouw Elemeet en mevrouw Van der Werf, of in ieder geval daar vond even het uitwisseling van woorden plaats. Niet hetzelfde als een woordenwisseling. Dat wordt een interessante discussie die we met elkaar gaan hebben. Want ik zie daar ook wel spanning in de teksten die daarover ook bijvoorbeeld in het coalitieakkoord staan. En daar kunnen we natuurlijk lang en breed over praten. Maar dan zie je ook wel het verschil van mening tussen de ene partij in de coalitie en de andere partij in de coalitie vertaald in een tekst van de coalitie. Maar het is heel simpel. Toen ik mij meldde op het plein bij de formateur, vroeg hij wel aan mij: ga je het coalitieakkoord uitvoeren als jij staatssecretaris wordt? En het antwoord daarop was ja. En dat is volgens mij ook het enige antwoord wat je... Dat hadden we hier niet gezeten. Nee, wat je kunt geven. Dus ik kan mij voorstellen bij het ene punt van kritiek en bij het andere punt van kritiek. Maar ik heb dan in die zin de moeilijke opdracht om die twee met elkaar te gaan verenigen en die wel gewoon voortvarend uit te voeren. Want dat is wel ook gewoon wat ik verplicht ben en waarmee ik ook naar de ene partij misschien wat meer dan naar de andere partij een soort ereschuld op me heb genomen. Want de WRS had er eigenlijk in de vorige coalitie ook gewoon al moeten liggen. Uitgaande van het coalitieakkoord. Hè. U kunt daar anders over denken, genuanceerder over denken. Maar hij moet wel gewoon uitgevoerd worden. Afspraak is afspraak. Daar ben ik ook best wel van. En daarin zal ook flinke discussies kunnen krijgen met mevrouw Elemeet. Ja, want ik ga misschien wel dingen uitvoeren waar u anders over denkt. Want ook ik ken het verhaal uit Duitsland. En daar ligt de spanning. Maar daar heb ik gewoon mee te dealen. Gaan we het ook samen doen met de sekswerkers? De vraag van mevrouw Van der Werf. Ja, maar wat je daarin wel ziet, en daar refereerde mevrouw Bickers ook aan. We zijn in staat om niet alleen, wat ik even oneerbiedig de happyhoekers noem, hierbij te betrekken. Maar ook wel een groep waar het net wat ingewikkeld is. Want er is een categorie die het niet wil, er is een categorie die de registratie wel wil. Maar ik zeg maar eventjes, de Roma-dames, die je ook in de prostitutie veel tegenkomt. Dat is best wel een lastige groep
om in dit soort processen bereiken. En we moeten er wel voor zorgen dat we niet op basis van de groep die we bereiken ons standpunt bepalen, maar dat we het ook doen op basis van de groep die we niet bereiken en waarvoor wij dan in de plaats treden. Want dat vind ik ook een taak juist van u en van mij. Dat we niet alleen zijn voor de mensen die we horen, maar nog veel meer zijn voor de mensen die we niet horen. Dus dat is wel een spannende. Wij maken daarbij trouwens ook wel gebruik van vertegenwoordigers. En even voor de helderheid. Ik was, totdat ik staatssecretaris werd, voorzitter van het AIDS-fonds. En het AIDS-fonds is ook een organisatie die juist ook in het kader van de representatie van de sekswerkers daarin een belangrijke rol heeft. En ik ga op 24 maart... Ja, ik ga 24 maart toevallig naar het AIDS-fonds. Nou, niet in het kader van voorstellen, want ik ken ze redelijk goed. Maar dan krijgen we ook de opening van het Ugly Max-programma. Wat juist ook weer een platform moet zijn waarin ook sekswerkers met elkaar ook kunnen communiceren over let hierop, kijk daarnaar, denk aan die persoon. Dus we zijn daarmee mee bezig. En hij kwam al even langs. Ik dacht dat de heer Van Nispen was die het daarover had. U noemde ook Veilig Thuis als belangrijke bron. Toevallig was ik ook, tot ik staatssecretaris werd, voorzitter van Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond. Een vrij groot Veilig Thuis. Ik weet hoe belangrijk juist ook die signalen zijn als het gaat om uitbuiting en alle problematiek die daar speelt. Nou ja, en dan de vraag van D66, en die raakt ook aan de discussie die mevrouw Van der Werf had met mevrouw Ellemeet. Die registratieplicht in het kader van anonimiteit. Kijk, op het moment dat je geregistreerd wordt, dan ben je voor sommige, voor de overheid niet meer anoniem. Dan ben je daarmee voor sommige personen die werkzaam zijn bij de overheid ook niet meer anoniem. Maar we gaan natuurlijk wel heel goed regelen dat niet iedereen zomaar bij die gegevens kan komen. Maar daar zit wel een enorme spanning in. Want u noemt ook als vraag, mevrouw Van der Werf noemde ook als vraag, als je geregistreerd bent, kun je dan ook bepaalde voordelen hebben van het feit dat je geregistreerd bent? Want dat kan namelijk de kans dat je je registreert vergroten, omdat u als omdat u, en daarbij bedoel ik in dit geval even mee de coalitiepartijen, in het coalitieakkoord de sanctie op niet registreren eraf hebben gehaald. Nou, als je dan iets niet wil wat je wel moet, maar als je het moet, maar je doet het niet, word je niet geregistreerd, dan stimuleert dat niet automatisch het feit dat je het dan gaat doen. Want waarom zou je iets doen wat je niet wil, waar je niet voor gestraft kan worden als je het niet doet? Dan moet je aan die beloningskant gaan zitten. Maar als je aan die beloningskant gaat zitten, ja, dat strookt weer niet helemaal met het anoniem kunnen blijven in het kader van je registratie. Want dan moet je, om een wat rare term in dit verband te gebruiken, uit de kast komen. Wil je er benefits van plukken? Dus dat is wel een hele ingewikkelde. Mevrouw Van der Werf. Voorzitter, de staatssecretaris heeft er helemaal gelijk in. Ik heb daar ook over nagedacht. En de twee gedachten die ik daarbij had, is dat volgens mij enerzijds zit er gewoon een wantrouwen bij een groep mensen, breder dan die groep overigens, maar bij de manier waarop de overheid haar ICT op orde heeft. Waarbij we allebei een paar akkefietjes hebben gezien dat er van tevoren werd gezegd, uw gegevens zijn veilig. En achteraf blijkt Jan en alle man bij een lokale overheid dat in te kunnen zien of bij een organisatie. Dus daar kan je volgens mij iets aan doen. Dat zit hem in de hardware, zeg maar. En de andere kant is, kijk, ik zie het natuurlijk niet zo voor me dat mensen met een uitgeprint registratieformulier naar een bankgebouw toe lopen. Maar meer bij het feit dat er nu een bepaalde weerzin zit bij financiële instellingen om iemand bepaalde diensten te verlenen, omdat dat in het witwascircuit zou zitten.
En daarom vroeg ik ook naar de uitkomst van het onderzoek dat ook door mijn collega's Hammelburg en Van Weijerberg is gevraagd, van in hoeverre is dat nou waar? Dus volgens mij vanuit die twee hoeken kan je iets doen zonder dat het elkaar per definitie bijt. Staatssecretaris. Nee, voorzitter, we moeten hoge veiligheidseisen stellen aan wat ik me even noem het systeem. En dan bedoel ik gewoon het systeem. We moeten ook hoge eisen stellen aan wie mag er in het systeem. Daar geen misverstand over. He, dus ik noem maar even wat. Een politieagent kan niet in het systeem. Bepaalde politieagenten kunnen wel in het systeem. Als je ongeoorloofd als ambtenaar het register raadpleegt, dan pleeg je een ambtsmisdrijf. En daar moet dan ook op gehandhaafd worden. We gaan de gegevens ook niet zetten in het openbare systeem van de Kamer van Koophandel. Laat ik eens even kijken. Dat moeten we allemaal niet doen. En ik zeg de Kamer van Koophandel, maar het gaat ook om andere diensten die meer aan de overheid gekoppeld zijn. Dat moeten we dus gewoon op die manier niet met elkaar doen. En ja, als het gaat om verzekeraars, banken, ja, dan is de praktijk dat, dat er vele bedrijven zijn, dat is natuurlijk het ingewikkelde, hè, want dat zijn dan bedrijven, private instellingen, die zeer terughoudend zijn met het leveren van diensten aan deze categorie mensen. En dat heeft dan inderdaad bijvoorbeeld te maken met het risico van crimineel geld. De eerlijkheid gebied te zeggen, u valt, hè, niet u als persoon, maar u als Kamerleden valt daar inmiddels ook gewoon onder, omdat u een PEP bent. En ik ken ook voorbeelden van PEPs, Political Engaged Persons, voor degene die dat niet weet, waarbij verzekeraars zeggen, ik wil jou niet meer in het mandje hebben, want als PEP ben je ook al te veel een risico geworden. Dus ja, dat kan. En dat is alleen voor u minder vervelend dan het voor deze categorie is, omdat er zitten ook wel vooroordelen op u als, ik zeg u, ik bedoel, ik val ook in de categorie politici, hè? Geen misverstand. Maar het is vervelend voor u en voor mij. Alleen bij ons zitten wel andere vooroordelen en anders heeft andere uitwerking dan het heeft voor deze groep. Nou, dat heeft te maken met het wegnemen van die stigmatisering. Dat heeft te maken met een aantal andere dingen die we daarin moeten doen. Nou, u noemde, mevrouw Van der Werf noemde ook het punt van de pinautomaat. Dat is natuurlijk een belangrijk en tegelijkertijd een ingewikkelde. Want als je pint, voorkom je aan de prostituee-kant het witwasverhaal. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen, prostituees moeten eigenlijk alleen maar willen pinnen. De klanten van de prostituees denken daar ongetwijfeld genuanceerder over. Schat, wat staat hier op onze en/of rekening nou voor €75? Kun je die even uitleggen? Dus ik kan me daar zomaar nog ook wat beperkingen bij voorstellen. Maar dat heeft dus wel te maken met het wegnemen ook van de vooroordelen en de stigmatisering die er is. Ja. Ja. En het schat was uiteraard niet tegen de voorzitter, maar tegen de denkbeeldige partner thuis. Voorzitter, ik vond het al winst dat het schat niet man-vrouw was. Dat, Ik ben Amsterdammer. Ik weet niet of u wel eens in een Amsterdamse kroeg bent geweest. Daar zegt de kroegbaas tegen iedereen schat, ongeacht seks. En dat doe ik helaas ook te veel, dus daar moet ik ook wel op letten. Zelfredzaamheidscriterium, dat is wel een hele belangrijke. Aantal, hè, want dat gaat inderdaad om de vraag, zit je hier gedwongen of zit je hier niet gedwongen? Doe je dit inderdaad als, ik zou bijna zeggen, potentieel slachtoffer? Of niet? Nou, dan krijg je vragen als, doe je dit voor de eerste keer of heb je al ervaring in het werk? Dat kan een criterium zijn. Hoe zit je met familie en vrienden? Bijvoorbeeld, heb je familie en vrienden kennis in Nederland? Weet je überhaupt, ik zou bijna zeggen, weet je überhaupt waar je bent? Hè? Of ben je hier voor de deur afgeleverd door een meneer die buiten in de auto zit te wachten tot je terugkomt? En is het dan geregeld? Heb je huisvesting? Heb je vervoer? Hoe ben je hier gekomen? Ben je hier inderdaad, hè? Nou, die meneer die ik net noemde, heeft hier voor de deur afgezet. Wat is de motivatie waarom je het doet? Dat zijn vragen die gesteld kunnen worden. Taalvaardigheid, of zit je hier met een papiertje waarop je de juiste teksten zo ongeveer moet voorlezen? U weet, ik doe ook migratie.
Nou, dat gaat dus ook over asielvragen. Dat gaat ook over de geloofwaardigheid van het verhaal, hè? Nou, die geloofwaardigheid, die moet je ook testen bij deze vrouwen. Dan niet op de zin geloofwaardigheid zoals je dat doet bij asiel. Maar het gaat er dus wel om dat de vakman of vrouw die jou de vraag stelt, uit het totaal van jouw verhaal moet afleiden. Heb je nu, voordat je hier naar binnen ging, een korte instructie gekregen, zeg deze dingen en dan krijg je het, de vergunning of de registratie en dan komt het allemaal wel goed. Of zit het intrinsiek in jouzelf en ben je inderdaad geen slachtoffer, maar iemand die het gewoon zelfstandig wil. Met de beperkingen zeg ik meteen tegen meneer Van Nispenbij, dat als je het zelfstandig wil, dus er geen sprake is van dwang of foute drang, dat willen nog wel steeds te maken hebben met die ongelijkwaardigheid waar we het in het begin van dit gesprek met elkaar over hadden. En daarom moeten u en ik het ook niet doen, dat gesprek voeren, maar mensen die er goed mee bezig zijn. WRS heb ik het over gehad. Voor de zomer de verkenning, na de zomer start van de consultatie. En daarbij ben ik aan het kijken, ook in het licht van het coalitieakkoord, wat moeten we nu doen met de WRS? Komen we met, wat ik maar even noem, een nota van wijzigingen? Of komen we met een nieuwe WRS? En daarbij een hele nadrukkelijke kanttekening, dat het te maken heeft met tijd. Wat ik namelijk niet wil, is dat wij, kijk, als het verschil tussen een nota van wijziging en een nieuwe WRS betekent dat een nieuwe WRS over 2,5 jaar komt, ja, dan lopen we het risico dat we dezelfde situatie krijgen als in de vorige periode. Namelijk dat, ja, nee, nu is er bijna sprake van een nieuw kabinet. Laten we hem nu maar demissionair verklaren. Of, onverhoopt, althans in de meerderheidsvariant, onverhoopt, valt het kabinet. Jammer, heeft de vragende partij dit niet binnengehaald en de anderen hebben wel hun dingen binnengehaald. Ik ben ook gewoon verplicht ervoor te zorgen dat alle onderdelen van het coalitieakkoord zodanig op tijd worden uitgevoerd dat, zeg ik ook gewoon in de openheid van deze vergadering, zij die op andere punten hebben betaald en hierop geleverd hebben gekregen, ook gewoon waar voor hun, nou niet geld, maar het spreekwoordelijke geld krijgen. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, dank u wel. En dat de staatssecretaris aandacht heeft voor die snelheid, dat spreekt me zeer aan. Ook eerlijk gezegd, omdat ik zie dat veel gemeenten steeds minder beleid hebben op dit gebied. Dat was 3/4 van de gemeente, dat is inmiddels minder dan de helft van de gemeente. En als dit nog langer duurt, dan vrees ik dat juist de kwetsbaarste mensen daar de dupe van worden. Dus ik zou ook in dat licht de staatssecretaris willen aanmoedigen tot snelheid. Naast politieke gegevens zijn er ook gewoon noodzakelijkheden vanuit de samenleving die wel echt, het duurt al zo lang deze wet, het is gewoon tijd voor helderheid, ook naar juist de decentrale overheden. De staatssecretaris. Ja, ik ben de datum even kwijt, maar ik hoorde in ieder geval gisteren of eergisteren dat ik zeer binnenkort ook met de minister van Justitie en burgemeesters over prostitutie om de tafel zit. Nou, dan lijkt me dit een terecht aandachtspunt, voorzitter. Gaat u verder. Nou ja, u mag ook eerst even uw Even een beetje de stembanden verstandig smeren. WRS, de planning heb ik het volgens mij met u over gehad. Ik denk dat ik het hier ook voldoende over heb gehad. De coronasituatie, is die voldoende meegenomen in de nulmeting? Dan ben ik bij meneer Van Nispen aangeland. Nou ja, kijk, het onderzoek is uitgevoerd, dat weet u, ten tijde van corona. En het pieken van de nieuwe advertenties, dat laat zich lastig verklaren. In eerlijkheid gebied te zeggen, ik lees hier nu ook gewoon de tekst aan u voor. En het is mogelijk dat de piek in november samenhangt met een verbod op sekswerk vanwege die coronamaatregelen. En de derde piek vanaf juni kan mogelijk samenhangen met het feit dat vergunde bedrijven na ongeveer een jaar van de coronamaatregelen toen weer open mochten. Dus ja, corona kan het nadrukkelijk beïnvloed hebben. U had ook nog een vraag.
Sorry, de heer Van Nistelrooy had ook nog een vraag over de politie. Ik dacht dat u klaar was. Nee, de laatste voorzitter, dan stop ik eventjes, want we krijgen volgens mij ook nog een tweede termijn. Dat is jammer kunnen. Precies. De capaciteit van de politie als het gaat om mensenhandel. De uitstroom is daarin buitengewoon hoog. Al ben ik het wel met de heer Verkuijlen ook eens, die zei, ook als het gaat om mensenhandel, prostitutie. Er kan natuurlijk wel gewoon ook carrière binnen organisatie worden gemaakt, maar we zien wel op dit moment een hoge uitstroom bij de politie als totaal. Dat lossen we op dit moment in deze arbeidsmarkt, in deze situatie, lossen we dat niet op. Wel is het zo dat, en ook mede naar aanleiding van de motie Segers, Ascher, nadrukkelijk nieuwe specialisten mensenhandel worden geworven. Er is ook een stijgende lijn bij de politie als het gaat om aangeleverde verdachten. Dat levert ook wel weer allerlei uitvoeringsproblemen daarna op, maar dat is dus wel aan de orde. En ik stop nu gewoon even, voorzitter. Ik dank u zeer. Dan kijk ik even naar de leden of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Die is er. Dan heeft u 1 minuut en 20 seconden. Ja, voorzitter, en dan pak je nog even het punt wat ik net niet kon maken. Mevrouw Kuik, ik ga u het woord geven. Haha, dank. Voorzitter, dan nog even een punt wat ik net niet heb kunnen maken. Allereerst dank natuurlijk voor de beantwoording. Namelijk in het kader van de proeftuin aangiftebereidheid heb ik nog een vraag. We zien dat daarvoor obstakels er zijn, zoals enorme wachttijden. En ik... Ja, ben benieuwd of de staatssecretaris kan aangeven waar die lange doorlooptijd door wordt veroorzaakt. Zijn er bijvoorbeeld te weinig beschikbare rechters? En welke oplossingen denkt de staatssecretaris hier te verwachten? Dan nog even op het punt waar ik de eerste termijn mee begon. En ik ben helemaal eens dat we de triaspolitica hebben en dat we daarvoor moeten oppassen dat je daar intreedt. We hebben wel ook een motie aangenomen, motie samen met de ChristenUnie, waarin ook de opdracht wordt gegeven in het kader van de wetsvoorstel regulering sekswerk en het wetsvoorstel seksuele misdrijven, de regering te verzoeken dat betaalde seks met 16 minners strafverzwarend is en te voorzien in strafbaarheid van betaalde seks met personen onder de minimumleeftijd voor legale prostitutie. Dus ik vraag de staatssecretaris om daar ook in het kader van dat WODC-onderzoek toch nog even naar te kijken. Want het gaat niet zozeer om het kernpunt van de lage straffen, maar meer de waardering van de klant. Dat zij de kernoorzaak zijn van misstanden, van mensenhandel. Dus kan hij dan in die context ook de motie even meenemen? Dank u wel, meneer Verkuijlen, VVD. Voorzitter. Ook voor de beantwoording door de staatssecretaris. Ik heb nog wel even met die criminele uitbuiting. Daar zie ik wel iets meer dan alleen die preventieve kant en bewustwording. Bovendien, het stigma dat het alleen in kansarme gezinnen voorkomt, kunnen ook kinderen zijn uit hele welgestelde gezinnen die hier toe verleid worden. Dus die bewustzijnsontwikkeling bij ouders is heel erg belangrijk en bij jongeren. Maar ik zou toch ook wel willen pleiten voor een echte slagkracht als het gaat om dit aan te pakken. En ik zou u ook willen vragen om dat met uw collega minister van Justitie en Veiligheid toch nog nadrukkelijk te agenderen als het gaat om die ondermijnende criminaliteit en het aanpakken van de daders daarachter. Dan het surfprofiel. Dank voor de antwoorden daarover. Ik zou iets concreter nog, kunt u nog zeggen wanneer dat bekend zou worden? En het derde waar ik van mening was dat ik daar eventueel een motie over. Ik ben wel blij met uw toezegging dat u bereid bent om het mee te nemen. Maar ik hoorde wel uw disclaimer aan het begin toen u het woord meenemen nog even in een bepaald daglicht zetten. Dus u zult het mij niet vergeven dat ik daarin misschien toch iets concreter zou willen zijn. Ik zou heel graag van u de toezegging dan willen dat u gaat onderzoeken of het mogelijk is om slachtoffers van mensenhandel langduriger dan die 7 jaar te monitoren. En ik ben erg benieuwd, en dat vind ik ook helemaal niet erg als u daarmee komt, als u aangeeft welke beletselen daaruit voortkomen. Want dan wil ik nadrukkelijk naar die beletselen wil ik gaan kijken met u. Dank u, voorzitter. Ik dank u zeer. Mevrouw van der Werf, D66. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal deze tweede termijn gebruiken om nog even twee vragen te stellen waarvan ik niet helemaal scherp heb of ze nou helemaal beantwoord zijn. Maar daarvoor zou ik de staatssecretaris een compliment willen geven voor zijn heldere beantwoording en een mix van
nou ja, de persoonlijke tint die hij aan dit onderwerp heeft gegeven qua hoe hij hierin zit, maar ook de helderheid die hij geeft over coalitieakkoord en dat soort zaken. En nou, volgens mij noemen de Amerikanen dat de straight shooter, maar dat is in ieder geval heel prettig voor de commissie om op die manier met elkaar om te gaan in het debat. Volgens mij zijn er nog twee punten blijven liggen. En dat eerste ging om dat voorstel van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel voor dat online platform, dus het laagdrempelige vorm van contact en wat we daarmee zouden kunnen doen. Volgens mij vroeg mevrouw Kuik daar ook al naar bij een collega. En het andere punt is, ik vroeg naar de juridische onderbouwing voor dat hoog risico op witwassen. En we hebben het wel even over pinautomaten en partners gehad, maar niet over of het nou daadwerkelijk terecht is dat bedrijven bepaalde groepen mensen in die categorie scharen. Dus daar zou ik graag nog iets meer over horen. Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Ellemeet van GroenLinks. Dank u wel. Ook van mijn kant dank voor de beantwoording, voor het levendige debat. We gaan terugkomen op die wetregulering sekswerk. Ik vind het gewoon heel eerlijk, echt een treurige zaak. Ik denk dat de sekswerkers hier gewoon niet bij gebaat zijn, maar dat is niet voor nu. Daar gaan we op een ander moment op terugkomen. Ik raakte kort in mijn eerste termijn aan het punt dat ook de rapporteur maakte, dat er behoefte is aan meer longitudinaal onderzoek. Dus lange termijn. Dat is een beetje wat de heer Verkuijlen zegt. Dus mijn vraag aan de staatssecretaris is, erkent hij het belang daarvan en hoe wil hij dat op een aantal thema's rond mensenhandel inzetten? En tenslotte was ik nog iets vergeten in mijn eerste termijn. Ik heb namelijk op 16 december een motie ingediend over het onderzoeken of het structureel aandacht voor geweld tegen vrouwen ook ondergebracht kan worden bij de Nationaal Rapporteur. En die is aangenomen. En ik vroeg mij af of de staatssecretaris, maar misschien zit het niet in zijn map, weet hoe het daarmee staat. Dank u wel. Dank u wel. De map die doet wel. Het woord is aan de heer Van Nispen van de SP. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook ik vind de opstelling van de staatssecretaris op dit thema goed en een prettig debat. Ik mis toch wel een antwoord op de vraag die ik gesteld had over de wet strafbaarstelling van klanten van slachtoffers van mensenhandel, of hoe dat zit met de campagnes. Dat mag eventueel ook later per brief, omdat dit natuurlijk pas net is ingevoerd en we misschien de effecten pas later gaan zien. Dus daar kan ik me bij voorstellen dat er ook in een voortgangsrapportage of iets dergelijks op wordt teruggekomen. Ik had ook nog gevraagd naar de mogelijke rol van de Centra voor Seksueel Geweld bij de slachtoffers van bijvoorbeeld gedwongen prostitutie. En ik heb niet op zitten letten, ik miste ook nog de uitwerking van de motie van SP en Bijeen over de sociale en juridische positie van de prostituees. Daar heb ik er ook nog onvoldoende over gehoord, in ieder geval in mijn optiek. Dan tenslotte, voorzitter, ik ben niet boos, maar wel een heel klein beetje teleurgesteld in de opstelling van de regering. Ik betrek het niet persoonlijk op deze staatssecretaris in dat verschrikkelijke incident, het Essex-drama. En ik mag toch echt hopen, ik ga het mezelf niet herhalen, ik heb daar voldoende over gezegd. Volgens mij is het echt belangrijk dat we gewoon precies weten wat daar gebeurd is en dat we dat opgehelderd krijgen. En ik hoop echt dat daar niet een motie voor nodig is. Dat zou ik gewoon jammer vinden, dat we moeten gaan stemmen over de vraag, willen we nou wel of niet precies weten wat daar gebeurd is en hoe kunnen we een dergelijk drama in de toekomst voorkomen. Dus ik hoop dat daar geen motie voor nodig is, maar ja, anders dan moeten we die indienen. Ja, dan gaan we dat zo meteen wellicht nog horen. Maar vraagt u nu voor de zekerheid een 2 minuten debat aan? Of wacht nee, u daar dan wacht ik nog even mee. Dat mag ook dat iemand anders doen als iemand anders toch van plan was om een motie in te dienen. Maar ik wacht ook nog op het voortschrijdend inzicht van de regering. Ja, dat begrijp ik. En een 2 minuten debat aanvragen kan ook later nog. Zeker, dat is ook zo. Mevrouw Bikker, tenslotte van de ChristenUnie. Ja, voorzitter, dank u wel. En ik wil ook de staatssecretaris danken voor zijn beantwoording en ook dat je duidelijk kan merken dat de staatssecretaris niet alleen praat vanuit de vele goede papieren voornemens, maar dat hij ook heeft gezien wat er zich afspeelt in deze sector. Dus dank daarvoor en ook dank voor zijn zeer gemotiveerde inzet op dit terrein. Voorzitter, ik heb een paar punten waarvan ik nog geen antwoord heb gehad op mijn vragen. En die ga ik dan maar noemen in de 120 seconden waarvan al een stukje af is. Allereerst is het zo dat ik heb gezegd, zicht op de problematiek is zo belangrijk. En juist daarom heb ik benoemd hoe tragisch het is dat het aantal meldingen bij Comentia daalt. En ik vroeg de staatssecretaris of hij
daarover, over die AVG en over de niet-opsporingsinstanties, hoe die toch kunnen gaan melden. Of hij daar nog op in kan gaan. Mijn tweede vraag die ik graag nog beantwoord zou zien, gaat over de contextuele aanpak die je in het Verenigd Koninkrijk meer ziet. Dus bijvoorbeeld een pooienverbod bij scholen. En wel hulpverlening als er inderdaad op een ROC of waar dan ook juist meer van deze problematiek speelt. Hoe ziet hij dat? Kan hij daarmee komen? En dat stond in het licht van de uitvoering van de motie Kuik van de Graaf. Wat vroeg om een plan om de minst zichtbare groep van slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting beter in beeld te krijgen. En daarbij ook in het bijzonder te kijken naar die anonieme chatfuncties die daarbij behulpzaam zijn. Mevrouw van der Werf had het er al over, ook in het kader van criminele uitbuiting. Dit was ook gericht op seksuele uitbuiting en wat mij betreft voor samen. En mijn laatste vraag, voorzitter, waarover ik nog geen antwoord heb gehad. Ziet op dat contact met die gemeente en de invoering van de WRS. Wat kan er ook nu al gedaan worden dat gemeenten niet nog minder beleid gaan hebben op dit gebied, waar het juist zo hard noodzakelijk is? Ik weet nu dat de staatssecretaris binnenkort met de minister en de burgemeester spreekt. Kan hij ook wel zorgen dat de gemeenten ook nu al op hun kievieven zijn, dat ze wel echt al hun taak serieus nemen in het bevorderen van de veiligheid voor alle die actief zijn in de prostitutie. Dank u wel. Ik dank u zeer. Ik kan me voorstellen, het is toch wel een aardige serie vraag. Wil de staatssecretaris meteen antwoorden? Of even schorsen? Ja, voorzitter. Waarbij de ambtenaren die het nu horen heel hard moeten hollen hier naartoe. Maar dat we schorsen voor enkele ogenblikken.
Mij zal het ook niet liggen. Ik heropen de vergadering. Het woord is aan de staatssecretaris voor zijn tweede termijn. Dank u, voorzitter. Ik heb u beloofd dat ik het kort zal houden, zodat u voor zessen klaar bent. En als nou mijn autocue nog open gaat, dan wordt het leven helemaal mooi. Mooi. Nou ja, telefoon. Goed, ik begin met de heer Van Nispen, Essex. De Belgische en Nederlandse politie hebben aangegeven, we gaan goed reflecteren op deze casus. Ook zij vonden deze casus, dat klinkt al veel te zakelijk, want het was natuurlijk gewoon een gruwelverhaal. Maar die gaan dat heel nadrukkelijk kijken welke lessen ze daaruit kunnen trekken. Ik ga u daar in ieder geval over informeren, over de resultaten van deze reflectie. Dat kost wel even tijd, maar voor de zomer was ik wel van plan om dat richting u te doen. Ik kijk even naar meneer Van Nispen of dat een motie gaat voorkomen. Ja, voorzitter, vooralsnog wel. Alleen, ik wil nog wel graag de staatssecretaris meegeven dat het mij verstandig lijkt, vanwege de zwaarte van deze zaak, om toch ook na te denken of niet een extern onderzoek misschien beter is. Want een interne reflectie is er al geweest. En nu gaan misschien wel nog een keer de politie in Nederland en de politie in België naar hun eigen handelen kijken. En ik werp hier maar gewoon de vraag op of dat verstandig is. En of we niet daarna nog steeds denken, ja, maar was dit het nou? En moet er dan niet alsnog een extern of onafhankelijk onderzoek komen? Dus ik ga niet meteen een motie indienen. Ik wil de staatssecretaris de kans geven om hier zelf echt goed de waarheid op tafel te krijgen. Okay. Staatssecretaris, nog hierop? Nou, voorzitter, wellicht is dit ook juist een discussie voor na die interne reflectie. Want dan kun je ook zien wat die interne reflectie heeft opgeleverd en hoe bevredigend dat was. Maar ik vind dat ik sowieso nadenken en daartoe oproepen is niet alleen altijd goed, maar moet je ook zeker doen. Zeker bij deze casus. Maar ik kan me voorstellen dat ik ook gewoon kijk straks naar wat de reflectie heeft opgeleverd. En dan in mijn verhaal naar u toe meeneem wat ik daarvan vond en hoe ik daar procesmatig mee omga. Meneer Van Nispen. Ja, dat stel ik op prijs. Dank daarvoor. Dan toch nog heel kort, want er was al een interne reflectie. Wat maakt dan deze reflectie anders dan de interne reflectie die er al was, die ook in de antwoorden op de Kamervragen stond? De staatssecretaris. Ja, daar kan ik op dit moment echt niks zinnigs over zeggen, voorzitter. Ja, dat is heel erg onbevredigend, dat weet ik, maar richting de heer Verkuijlen, het herhaald slachtofferschap gaan we als belangrijk onderwerp ook nadrukkelijk meenemen in ons nieuwe programma. Dat is één. Twee, we werken op dit moment samen met VWS aan een plan van aanpak voor kwetsbare jongeren. En daarover wordt u geïnformeerd nog voor de zomer. Dus dat is in ieder geval twee. En het CKM werkt samen met een aantal partijen aan het Nationaal Actiepunt Digitalisering. Dat heeft hier ook mee te maken, want het gaat natuurlijk ook over de online communicatie juist met deze groep. Meneer Verkuijlen. Ja, voorzitter, met betrekking tot dat herhaald slachtofferschap, dan nog even precies, omdat we hier in de technische briefing hebben het ook even tegen de nationaal rapporteur aangehouden. Als u het nou nog zou willen aanvullen met ook nog even de dialoog met de nationaal rapporteur hierover opzoeken, dan zou u mij heel gelukkig maken. Nou, als ik dat kan doen door dat toe te zeggen, bij deze. Ja, ik zie het meteen hoe gelukkig u daardoor bent. Mooi is dat. Ja. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, dank u wel. De staatssecretaris noemt ook het digitaal actieplan, vat ik het maar even samen, waar het CKM mee bezig is. Ik zou hem willen vragen hoe hij de Kamer daarover informeert, maar allermeest, ik herinner me uit eerdere antwoorden dat daar ook wel een financiële component in zat. En als hij hierover bericht, zou hij dan ook over die financiële kant willen berichten. Dat dit niet alleen blijft bij een mooi plan, maar ook uitvoering dan krijgt. De staatssecretaris. Ja, is het korte antwoord op de laatste vraag. En wij gaan ook de resultaten van het Nationaal Actieplan Digitalisering weer meenemen in ons programma. Maar de laatste vraag is nadrukkelijk een ja richting mevrouw Bikker. Roemer. Kom ik nog eventjes, ik op een of andere manier kijk ik u aan bij Roemer, ik weet niet waarom. Maar bij Roemer, op 19 mei komt het ook aan de orde bij SZW. En dat heeft weer te maken met arbeidsmigratie.
Dus dan heeft u een commissie, niet u, maar de Kamer een commissiedebat met de minister van SZW. En dat gaat ook hier specifiek over. Dus die wilde ik nog eventjes in dat kader meegeven. Mevrouw Uylemeet. Ja, ik heb dan een vraag, want u gaat dus met de heer Roemer spreken, ook over de uitvoering van die aanbevelingen. En hoe moet ik dat dan zien, zeg maar, want de minister van SZW is ermee bezig en u, en hoe haakt dat dan in elkaar? Moet ik even kijken. Ik kwam de heer Roemer in een ander verband tegen, namelijk toen ik in Venraai op bezoek was over de aanwijzing die geen aanwijzing was, of toch wel. Nou ja, dat is voor sommigen van u, voor uw collega's. Maar daarin kwam dat kader, kwam ik de heer Roemer tegen. En toen hebben we afgesproken, omdat we toen ook kwamen te spreken over de inzet van arbeidsmigranten. Van laten we hier even een afspraak over maken. En dan kunnen we het ook meteen erover hebben. Dat is waardoor de afspraak tot stand is gekomen. Eigenlijk had ik toen moeten zeggen, je moet niet bij mij zijn, maar bij de minister van SZW. Maar dat is niet waar. Want ik heet tenslotte geen staatssecretaris van asiel. Ik heet staatssecretaris, ja, formeel heet ik staatssecretaris van justitie en veiligheid. Maar de portefeuille is migratie en asiel. En we focussen ons altijd op die 20-25% die via asiel binnenkomt. Maar het overgrote deel is arbeidsmigratie, liefde of studie of werk. Dus juist daarom wil ik het er ook met hem over hebben. En dan moet ik even kijken hoe ik dat weer koppel met de minister van SZW. Gaat u verder. Ik heb over het algemeen meer mening dan bevoegdheden. Dus dat is een groot probleem hier voor meer mensen. Ja, cirkel van invloed en van betrokkenheid. En die van betrokkenheid is wel groter bij mij. Ik ben het eens met mevrouw Kuik dat de klant een oorzaak is van uitbuiting en mensenhandel. Niet de oorzaak. Dat is ook echt wel gewoon de mensenhandelaar die daarin zich misdraagt. Alleen, we hebben niet voor niks met elkaar een aantal dingen afgesproken, dat de klant ook wel een taak daarin heeft. Bijvoorbeeld inderdaad door zich te verifiëren van de vraag, hoe oud is de mevrouw die nu tegenover me staat? En heb ik aanwijzingen, ook als de mevrouw nadrukkelijk wel volwassen is, heb ik aanwijzingen dat hier sprake is van uitbuiting en mensenhandel. Maar de hoofdoorzaak is de uitbuiter. En de klant kan indicaties hebben. De omgeving waarin hij zich bevindt. Wat hij verder heeft geregistreerd. Maar om hem tot hoofd- en kernoorzaak te maken, vind ik net iets te sterk uitgedrukt. En verder zal ik uw vraag ook doorgeleiden naar de minister van Justitie en Veiligheid. Want het past inderdaad ook gewoon bij het wetsvoorstel seksueel misdrijf. Ook bij u horen de doorlooptijden. Maar daar heb ik een heel erg onbevredigend antwoord op. Dat weten we niet. Okay. En mevrouw Kuik. Voorzitter, is dat iets waar de staatssecretaris naar gaat kijken? Hoe we die knelpunten voor de aangiftebereidheid wegnemen? Waar dus die doorlooptijden één van is? Nou, er loopt een heet proeftuin aangiftebereidheid. En die loopt zowel bij de politie samen met het Centrum tegen Kindermishandeling en Mensenhandel. En daar is dit juist een onderwerp van. Ja. Oké, dus voorzitter, als ik het goed begrijp, komt dit dus ook terug? Ook dit punt in die proeftuin of de resultaten daarvan? Zodra ik de uitkomsten heb, iets later. Maar als ik ze heb gelezen en verwerkt, krijgt u ze. Dank u wel. Gaat u verder. Even kijken, heb ik dit nou al? Dit heb ik volgens mij al beantwoord. Dit heb ik al beantwoord. Van Ispen, voorzitter. Ja, het Centrum Seksueel Geweld heeft ook een rol, juist ook bij de hulpverlening van uitgebuitenen. Ja, sorry, ik keek even of de heer Van Ispen, die keek als waardoor ik dacht, hij is nog niet helemaal tevreden, maar ja, zo kijkt hij dat is bijna het uitlokken dat van is mijn interruptie. Excuus aan de staatssecretaris, dat is mijn standaard gezichtsuitdrukking, maar daar wennen we wel aan. Dan zou wel mijn vraag zijn, hoe worden de slachtoffers daar dan ook specifiek toegeleid?
naartoe geleid, naar, dat centra, naar de centra voor seksueel geweld? Nou, ik snap, voorzitter, dat een tevreden SP er een soort contradictio in terminis is, maar daar kom ik nog even bij u op terug, want daar heb ik nu even geen goed antwoord op. Ik ben erg tevreden met dit antwoord. Kijk eens aan, pas op, hè, want voor u het weet heeft u een functioneringsgesprek. Dat moeten we toch ook zien te voorkomen. Het wordt nu wel erg jolig. Het aantal kijkers groeit ook. Het zegt het voort van jongens, je moet gaan kijken. Want... Nee, gaat u verder. Zicht op slachtofferschap, mevrouw Bikker. Serieus neem ik mee in het nieuwe programma. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter. Bedoelen we dan hetzelfde? Namelijk vooral ook dat hulpverleners weten wanneer ze kunnen gaan melden. Ja, kijk, dat raakt aan een ander punt, want u noemde ook even net Comensia. Kijk, wat er speelt is, de politie is verplicht om de gegevens door te geven. Zorgverleners niet. En cliënten van zorgverleners kunnen zeggen, ho, ik wil niet dat mijn gegevens worden doorgegeven. En wat niet kan, is dat je dan tegen de zorgverleners zegt, geef anonieme gegevens aan ons door. Want dan kunnen wij niet zien of er, dan kan er niet gezien worden of er sprake is van dubbeltellingen. Wat je wel hebt op het moment dat je gewoon kunt zeggen, hé, mevrouw de Vries, het is dezelfde persoon en bij anoniem kun je dat niet. Dat is het lastige, dat je dus die gegevens niet bij elkaar mag optellen of op elkaar mag stapelen. En dat is het punt wat Comensia noemt. Comensia zegt daarvan in een brief die volgens mij u ook heeft gehad vorige week, van dat is een strakke uitleg van de AVG. Het ingewikkelde is dat mijn ambtenaren wel zeggen, het is ook niet alleen een strakke, maar ook de juiste uitleg van de AVG. Mevrouw Bikker nog. Ja, voorzitter, en dan is mijn vraag, maar is er niet te kijken naar een uitleg van de AVG, binnen de AVG, waarin we wel zoveel mogelijk bevorderen dat er gemeld wordt, niet alleen door de opsporende instanties, maar ook door de andere instanties. Want deze meldingen waren er ook voordat de AVG in werking ging, zonder dat daar de privacy van mensen enorm door geschonden werd. En ik heb altijd begrepen dat de AVG niet bedoeld is om strakkere richtlijnen neer te leggen dan voor die tijd. Wel bedoeld is om de privacy te beschermen. Daar inderdaad in het geval wat de staatssecretaris noemt. Dus ik zou hem toch willen vragen om te kijken wat er wel mogelijk is. En als dat vanuit het ministerie ingewikkeld is, omdat men zich al zeer verbonden heeft met de uitleg die de staatssecretaris net gaf, misschien dat dan een zeer wijs professor op een universiteit of iemand anders daar toch nog eens een kleine korte studie naar kan doen. Want dit is toch wel heel spijtig dat het zicht steeds verder vermindert. En daar ging het ons uiteindelijk om. Want er zijn maar 11% van de minderjarige slachtoffers wordt nog gemeld. Dat is wel heel treurig. De staatssecretaris. Ja, voorzitter, laat ik met u afspreken dat we hem meenemen in de handreiking die we gaan maken over gegevensdeling. Want ik snap wel het punt van mevrouw Bikker. Ik moet zeggen, ik hoor de term AVG in de 6 weken dat ik er zit best wel veel als het gaat om beperking, als het gaat om gegevensdeling en zaken voorkomen. En ik moet u eerlijkheidshalve zeggen dat ik al wat keren ondiplomatieke woorden daarover heb gebruikt. Die ik hier dus uiteraard niet ga uiten. Nee, zeker. Gaat u verder. En ook wanneer, even op de commissie. Oh, sorry, ik dacht dat u tegen mij had. Nee, nou, ja, maar ik zag ook dat mevrouw Bikker buiten de microfoon vroeg wanneer. Wanneer u daar dan iets meer over kunt zeggen. U nam het mee in een bepaald stuk. En wanneer kunnen we dat verwachten? Ik kijk even of we zo aan de autocue vraag ik nu wanneer. Kijk, voor de zomer. Nou, echt, ziet u? Hey. Een briljant systeem is dit. Maar ook bij de webcrawler. Een soort Siri. Ja, alleen dit was Luc en niet Siri. Maar goed, dan even de webcrawler. Daar wordt dus al wel mee gewerkt. Ook daar is wel de vraag of het mag van de wet. Er komt weer diezelfde afkorting die we net ook al eventjes noemden. Het kan zijn dat de rechters zeggen van ja, dit gaat toch wel ver. Als het gaat om dingen van het internet afplukken. Dus er wordt nu geëxperimenteerd in dat kader. Gaat u verder.
De vraag van mevrouw Ellemeet, die ging ook nog over brengen we het onder bij de motie. Sorry. Ja, het was uw vraag, maar het ging was de vraag over de motie. En ook kijken of daar een rol in ligt voor de nieuwe rapporteur. Nou hebben we ook sinds heel erg recent een nieuwe regeringscommissaris. Althans, dat is breder dan natuurlijk alleen dit, hè, maar het gaat ook wel over seksueel overschrijdbaar gedrag. Zal ik het zo maar even omschrijven. Even kijken of we het in het nieuwe mandaat van de nieuwe rapporteur, maar ook even kijken hoe we dat gaan onderbrengen met de rapporteur. De regeringscommissaris, excuus. Goed, ja, dat de voorzitter mij verbetert. Mevrouw Ellemeet. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Wanneer horen we dan hoe dat heeft uitgepakt? Wat de beslissing is geworden? Ik denk dat het meest zuiver is om dat te doen zodra ik gesproken heb met een nieuwe rapporteur. Want dan kan zij of hij dat ook met mij uitgekristalliseerd hebben. Is dat een goed woord? Dat weet ik niet. Die persoon wordt in mei, zeg ik uit mijn hoofd, benoemd. Voor de zomer. De benoeming is in mei. En ik zeg even de kanttekening bij voor de zomer. Ik weet niet wie het is. En of die een opzegtermijn is, een oude baan heeft van 3 maanden... of dat hij gewoon in juni start. Maar vrij snel nadat zij of hij begonnen is, zorg ik dat ik een afspraak heb. En vlak na die afspraak weet u het. Ja? Dat was het? Of heeft u nog meer? Bijna, voorzitter. Gaat bijna. Want anders dan worden nog een paar mensen boos op mij. Hoe staat het met de uitvoering van de motie van Nispe Simons? Wij zijn erover op dit moment samen met de Sekswerkersalliantie bezig met een plan van aanpak. En in het voorjaar, nou, ik heb dan altijd gedacht, voorjaar is voor de zomer, hè, maar heeft u dus daarop een uitwerkingsantwoord? En nog 2 blaadjes en dan ben ik klaar. Ene blaadje gaat over het risico van witwassen. Dat is wel een ingewikkelde. We gaan hem wel even meenemen in ons plan van aanpak. Als het gaat om het terugdringen van... dan ben ik het woord toch kwijt. Het verbeteren van de maatschappelijke positie. Dank. Het verbeteren van de maatschappelijke positie. Het ingewikkelde is wel dat het hier natuurlijk wel gaat om particuliere bedrijven die het recht hebben om te zeggen, ik wil u niet als klant. Dat mag niet op discriminatoren argumenten als seksen, et cetera. Artikel 1 zeg ik maar eventjes. Maar dit staat niet in artikel 1. Dus u, ik, maar ook sekswerkers mogen wel geweigerd worden door bedrijven als ze zeggen, ja, we doen liever geen zaken met u. En dan het laatste blaadje. Wat gaat u doen met gemeenten? Nou, ik zei al, we gaan het bespreken. En natuurlijk gaan we dat dan ook aan de orde stellen. Jongens, wacht niet op de nieuwe wet. Er is nog geen beleid, maar nu al aan de slag. De eerlijkheidsgebieden zeggen, ik kom nog wel eens een burgemeester tegen. Ik heb niet het idee dat ze het op hun bureau laten. Maar ik ga hem nog eens extra onder de aandacht brengen. En dan heb ik nog hier staan, klantencampagne telefoon. Ik ga eerst voordat u daar... Het antwoord daarvan staat in mijn telefoon. Ja, ik denk, klanten kapot. Over online platform gesproken, voorzitter. Het is al in de praktijk gebracht. Ja, het doel van de campagne is om klanten aan te spreken op verantwoordelijk klantengedrag en hen bekend te maken met het feit, dat had net al te maken met waar we het net ook al even over hadden. De klanten wel natuurlijk aan te spreken en ook te wijzen. Let op de volgende indicatoren, waardoor jij ook een rol kunt spelen in het... gebruik maken. Ja, dat is toch het woord, denk ik. Geen gebruik maken van deze mevrouw in het kader van wat je zou willen. Maar ook daarmee meldingen kunnen maken en aan kunnen geven, hier moeten we wat mee doen. Er is nog een interruptie van mevrouw Kuik. En, ik kom zo bij u, mevrouw Van der Werf. Want er was er ook nog een van... Oh, iedereen nog eventjes? Nou, het wordt nog spannend. Mevrouw Kuik. Ja, voorzitter, nog even terugkomend op die proeftuin aangiftebereidheid. Want de staatssecretaris zei, we nemen daarin mee, dat punt van die doorlooptijden. Maar daaruit komt juist voort dat dat een knelpunt is. Dus mijn vraag is... we zien dat knelpunt. Wat gaat de staatssecretaris doen met dat knelpunt?
Gaat hij kijken welke oplossingen daarvoor gevonden kunnen worden. Ja. De staatssecretaris. Zodra ik de uitkomsten weet van dit rapport, kom ik als het goed is ook met meldingen naar u met dit zijn de uitkomsten en dit gaan we ermee doen. Okay. Meneer Van Nis. Dank. Ik was tevreden toen de staatssecretaris zei, ik kom in het voorjaar met een uitwerking, plan van aanpak, verbetering sociale en juridische positie. Maar twee antwoorden later, toen zei de staatssecretaris, ja, maar we blijven toch zitten met het feit dat private partijen zelf bepalen wie zij als klant hebben. Dus ze kunnen u weigeren, ze kunnen mij weigeren, ze kunnen de koffieshophouder weigeren, ze kunnen de prostituee weigeren. Ja, dat kan zo zijn, maar met die houding, daar zitten we nou eigenlijk al jaren mee. Dat is precies de reden dat we hebben gevraagd, plan van aanpak, sociale juridische positie, prostituees. Want anders komen we niet verder. Want als zij categoraal geweigerd worden, bij de banken, bij de verzekeraars, et cetera. Ja, dan, dus daar moeten we toch doorheen breken. Ik zeg niet meteen het hele systeem nationaliseren. Dat is niet het voorste wat ik hier doe. Maar dat is wel het probleem van die private partijen. Dus ik ga wel de staatssecretaris er scherp op houden dat dat plan van aanpak ook hier wel een oplossing voor voorziet. De staatssecretaris. Nou, ik denk dat de heer Van Nispen, voorzitter, nog steeds tevreden met me kan zijn. Want natuurlijk heeft u gelijk. Ik refereer de eerste en het eerste antwoord. Het enige wat ik doe is een winstwaarschuwing geven. Dat er wel beperkingen zijn aan wat we kunnen. Maar dat we wel flink aan de bak moeten om die positie te verbeteren. Alleen, het is soms ook goed in het kader van verwachtingsmanagement om u wel te beseffen, er zijn ook beperkingen die u en ik hebben en die ik ook heb in mijn plan van aanpak. Maar meer dan dat is het niet. Nog sterker, beperkingen zijn uitdagingen. Kijk. Meneer Verkuijlen. Ja, dank u, voorzitter. Misschien nog even een advies aan de staatssecretaris, maar ook in het licht van deze discussie. Volgens mij heeft de vorige minister van Financiën hier een uitspraak over gedaan op een gegeven moment. Wie wel en geen bankrekening konden hebben. Misschien is het nog interessant om die ook nog even erbij te pakken. Hij heeft toen raakte het wat meer open, waardoor ook die sekswerkers mogelijkerwijs wat makkelijker aan een bankrekening konden komen. Maar dat is niet mijn vraag, voorzitter. Mijn vraag is namelijk nadrukkelijk, ik vroeg eventjes over die vertaling van criminele uitbuiting. En ik ben ook echt benieuwd hoe u daar uitvoering aan geeft. Ik hoop niet dat dat alleen de preventieve kant zal zijn, want daar zit natuurlijk ook. Kijk, en hier wordt over gerapporteerd in deze commissie. Vandaar ook dat ik u die vraag stel. En of u zich ook wil verhouden tot uw collega van JNV, dat was mijn vraag. Om met name dat aspect criminele uitbuiting niet alleen preventief, maar ook repressief op de kaart te zetten. Soms, voorzitter, ben ik ook een VVD'er. En dan besef ik ook dat juist ook straffen een preventieve kant heeft. Dus ik ben het geheel met de heer Verkuijlen eens. Repressiviteit kan ook een bijdrage leveren aan preventie. Waarvan akte. Mevrouw Van der Werf, ik dacht dat ik uw vinger ook nog zag. Gaat u gang. Ja, voorzitter, ik wou nog één vervolgvraag stellen op mijn punt over dat online platform. En dank voor de beantwoording van de staatssecretaris en Luc. Maar wat doel van mijn vraag was, niet zozeer dat online je ook een soort categorisatie maakt van welke mensen zitten nou in de problemen en waar moeten we wat mee, maar ook aan de voorkant dat het herkenbaar is voor mensen waar zij moeten zijn. Want dat is natuurlijk vaak het probleem van meldpunten. Hè. We hebben er honderden duizenden in Nederland, maar niemand weet wat het precies is en waar je dan naartoe moet. Dus zou u daar ook eens naar willen kijken van, is het de moeite waard? Als het niet zo is, hoor ik het ook graag, maar is het de moeite waard om hier een herkenbaar punt van te maken waar mensen iemand kunnen vinden? De staatssecretaris. Ja, dat is zeker de moeite waard, want we hebben inmiddels 14-0 puntje, afhankelijk van waar je woont. En dat was ook om diezelfde reden. Je weet op een gegeven moment door de meldpunten niet meer of er nog een bos is. Dus ja. Meldpunten, ja. Goed, ik wil overigens wel wijzen, het is nu geen probleem geworden, maar we moeten er geen gewoonte van gaan maken om hier namen van ambtenaren te gaan excuses, voorzitter. Noemen. Nou ja, voornaam kan nog, maar nee, maar u heeft gelijk. Dat kwam natuurlijk omdat de vergelijking werd gemaakt met Siri. Ik maar Siri, ik had het niet mogen doen, excuses. Nou, nee, maar dat. De sfeer is buitengewoon goed en dan, dat merk ik bij mezelf ook wel dus. Ik heb het laatst zelf namelijk ook gedaan in een andere commissie en dan, dat is niet goed. Maar dit kan geen kwaad hoor, zo. Daarmee, ja, toch nog onverwacht komen we aan het einde van dit debat. Ik vraag nog even, want dat dreigt er toch eventjes of er nu nog een tweede minuten debat aangevraagd wordt. Nou, op dit moment in ieder geval niet, zie ik.
Dan ga ik nog even met u de toezeggingen doornemen. De staatssecretaris komt zeer binnenkort met een brief over artikel 273F van het wetboek van strafrecht, begrijp ik. Twee, de staatssecretaris zal de Kamer dit voorjaar informeren over de preventieve uitbuiting van slachtoffers van mensenhandel. Drie, de staatssecretaris zal de Kamer voor 1 april een update sturen van de aanbevelingen van de commissie Roemer. Vier, de staatssecretaris zal de Kamer nog voor de zomer over het plan van aanpak kwetsbare jongeren informeren en het slachtofferschap meenemen in het nieuwe programma. Vijf, de staatssecretaris komt voor de zomer in het kader van het zicht op de problematiek tussen haakjes gegevensdeling met een brief. En tenslotte, de staatssecretaris zal voorjaar 2022 met een uitwerking komen van de motie van Nispe Simons. Als u zich allemaal herkent in deze toezeggingen, dan ga ik... Oh, meneer Verkuijlen. Het is herhaald slachtofferschap. Herhaald slachtofferschap. Dank. Heel goed. Ik dank u zeer. Ik zeg de heer Van Nispe gedag. Die gaat ons verlaten. En ik ga u allemaal gedag zeggen. Ik dank de staatssecretaris en zijn ambtenaren, waar dan ook. En de leden en onze onverprezen ondersteuning. En de mensen die dit allemaal thuis hebben gevolgd. En ik wens u allen nog een goede dag toe. Ik sluit de vergadering.